Hallo gamers en welkom bij Kuifje en het geheim van de eenhoorn. Meestal als er games worden gemaakt gebaseerd op films, dan zijn dat kut games. Best wel logisch, je hebt vrij weinig tijd, oh kut, de film komt uit. Je hebt de film nog niet gezien als gamemaker, dus hoe moet het er überhaupt uit gaan zien? De meeste filmgames zijn poep. En Kuifje en het geheim van de eenhoorn is daarin geen uitzondering. Dit is niet per se een hele goede game. Maar het is ook een best wel geinige game. Ik weet het niet meer precies. Ik heb deze game meer dan 8 jaar geleden gespeeld op mijn kanaal. Dat is de enige keer ooit dat ik deze game heb aangeraakt voor een YouTube-serie. Ik weet niet eens meer waarom. 8 jaar geleden speelde ik letterlijk iedere poepgame die ik maar kon vinden. Maar Kuifje en het geheim van de eenhoorn was daadwerkelijk, ondanks dat het kut was, ook wel weer best wel leuk. En op een bepaalde manier heeft deze game zelfs mijn leven een klein beetje veranderd. Dus vandaag duiken we opnieuw deze prachtige game in. Genieten wij van het verhaal van de film. Fantastische gameplay. En misschien nog wel fantastischere feitjes. Laten we beginnen. Hey, dit ken ik. Ik weet ongeveer niks van Kuifje. Behalve dat kapitein Haddock altijd iets zegt met 1000 bommen en granaten. Dat is ongeveer alles wat ik weet. Wat doe ik hier toch? Oh, en hij heeft een gigantisch problematische relatie met alcohol. Als in, volgens mij is die gast altijd dronken. Maar genoeg over Kuifje. Laten we het hebben over mijn leven. Ik heb al een paar dagen geen video's gemaakt. En ik heb fantastisch goed nieuws. Na jarenlang vechten, strijden en nog meer vechten, heb ik sinds kort daadwerkelijk een eigen Wikipedia pagina. Afgelopen week hadden we het in de podcast over wanneer ben je een BN'er. En Bardo vond, je bent een BN'er als je een Wikipedia pagina hebt. Toen begon ik te zeiken van ja, sommige mensen zijn helemaal niet zo bekend op YouTube. En die hebben wel een Wikipedia pagina. Andere YouTubers hebben 500.000 abonnees en geen Wikipedia pagina. Ik snap dat Wikipedia niet ieder persoon op aarde een eigen Wikipedia pagina moet geven. Het moet geen Instagram worden. Dus je moet ergens de lijn trekken. Er zijn gewoon heel veel YouTubers. Maar blijkbaar is het maar gelukt. Je moet vooral dingen doen die niet op YouTube gebeuren. Ik heb een keer een prijs gewonnen. Daar hangt hij achter. Dat helpt wel mee. Ik heb meegeschreven aan Bardo's boek. Dat wordt dan opeens heel belangrijk op zo'n website. Ja, hij heeft ook een boek geschreven. Daar heb ik echt een dag aan gezeten, hè. Ik heb maximaal 3 uur de tijd genomen om dat boek te schrijven. Dat was ongeveer mijn bijdrage. En dat is dan de tweede zin op mijn Wikipedia-pagina. Dat ik geholpen heb aan dat boek. Dat was een middagje tijd. Het is echt bullshit. Oh, we spelen eerst als Bobby. Dat is wel leuk. In principe ziet de game er niet per se heel lelijk uit. Als je beseft dat deze game in 2011 gemaakt is, waarschijnlijk met zeer weinig tijd en liefde, ziet de game er in principe nog best wel goed uit. En dan hebben we die gast, Kuifje. Ik vraag me wat af, hoe oud is Kuifje? Zat je soms weer achter de katten aan? Zeg maar, hij ziet eruit alsof hij 12 is, maar hij heeft gewoon een baan. Wat wil je me laten zien? Als journalist, geloof ik. Dus hij reist ook gewoon de hele wereld rond en zijn moeder is nooit echt bezorgd om hem, dus ik vraag me altijd heel erg af hoe. Is dit wat je hoe werkt Kuifje? Rustig, jongen. Braaf. Je hebt gelijk. Het is een prachtig exemplaar. Zeker weten. Het is een echt kardeel. U bedoelt een karveel? Dat zei ik. En voor 90 mag u hem hebben. Waarom ben jij zo geïnteresseerd in een miniatuurschip? Het is toch niet eetbaar? Ik geef er u 50 voor. Verkocht voor 70. En dat is een echt koopje. Ha. Wat kost dat schip? Koning van de timing, deze man. Spijt me, maar u bent te laat, meneer. Ik koop het van u. Het spijt me heel erg, meneer, maar ik wil het niet kwijt. Wacht even. Ik ben een verzamelaar. Ik geef u 10 keer wat u ervoor hebt betaald. Bro, het spijt me. Easy money. Luister, jongen. Een Kuifje heeft dus blijkbaar wel dusdanig veel geld dat 700 euro niet heel veel boeit. Het spijt me zeer. Fijne dag. Het spijt hem niet zeer, denk ik. Ik weet ook echt niks meer van het verhaal, behalve dat er een of ander soort belangrijk document in de mast zit. Dat is geen spoiler, want daar komen we over 5 seconden achter of zo. Wat denk jij, Bobby?
Ik ken anders wel iemand die iets over boten weet. Stel ik u aan hem voor? Echt? Ja, ja? Is goed. Bedankt. Ik vind het altijd een beetje raar. Ook een tweede kuifjevraag. Kan hij nou praten met zijn hond? Want hij vraagt altijd dingen aan zijn hond. En zijn hond reageert dan gewoon eigenlijk altijd gewoon steady door te blaffen. Kan hij nou met dieren praten? Of is dat niet helemaal confirmed? Misschien komen we vandaag nog achter. Zo heet dit schip. 3 masten, 2 dekken, 50 kanonnen. En beroemd om al de verkeerde redenen. De eenhoorn? Oeh, titel van de film. Ja, of nou ja, een deel ervan. Een boek! Die ken ik nog van vroeger. Oh, dit brengt herinneringen terug. De eenhoorn. Het verhaal van een mislukking. Wat is dit? Mijn autobiografie. De eenhoorn. Een trots schip met de vloot van Lodewijk XIV. Ah, dit vind ik irritant. In 1698 zette de eenhoorn vanuit... Dit vind ik heel naar. Dat zijn maar hetgene wat hij opleest. Door de piraten niet gelijk loopt. Met wat daar staat. Dat heb je best wel vaak met Nederlands shit. Vooral Vlaams. Vooral als Vlaams erbij betrokken wordt. Dat zijn maar wat mensen zeggen. En de ondertiteling is dan zonder goede reden anders. Ik haat dat. Ik haat dat zo hard. Ik heb nu wel door Kuipjes gelul heen geluld. Misschien komen we daar nog achter. Misschien... Zo, je hebt één nodig. Misschien komen we daar nog achter. Zo, je... Misschien... Hey, Misschien komen we daar deze video nog achter. Zo heet dit schip. 3 masten, 2 dekken, 50 kanonnen. En beroemd om al de verkeerde redenen. De eenhoorn? Ja, bekijk dit maar eens. Wow! Een boek! Die ken ik nog van vroeger. Echt een classic. De eenhoorn. Het verhaal van een mislukking. Wat is dit? Mijn autobiografie? De eenhoorn. Een trots schip met de vloot van Lodewijk XIV, 3 masten, 5 kanonnen. In 1698 zette de eenhoorn vanuit Santo Domingo koers naar Europa toen het schip aangevallen werd door de piraten van Scharlaken Rackham. De kapitein van de eenhoorn liet zijn bemanning in de steek en blies zijn eigen schip op. Hoor je dat, Bobby? Deze laffe daad bracht generaties lang schande over de nazaten van de kapitein. Ik bedoel, hij heeft wel zijn eigen mannen vermoord, maar er waren wel gewoon explosies, dus het is wel gewoon duidelijk een cool verhaal. De kapitein van de eenhoorn, François Ridder Adoc. Oh ja, en dan blijkt plot twist, geloof ik, dat hij familie is van kapitein Adoc. Ik bedoel, ze hebben letterlijk hetzelfde gezicht en dezelfde baard. Hoe je je baard scheert is ook gewoon een genetisch ding. Sommige mensen weten dat nog niet. Wat een bullshit. Hij liet zijn eigen schip zinken? Waarom? Waarom zou hij de eenhoorn zomaar laten vergaan? Dat staat er niet. Het verleden is nooit echt voorbij, jongeman. Wijs. De geschiedenis zit in ons bloed. Wat een vreemde afbeelding. Het lijkt wel alsof er... Ik neem hem. Heren, bedankt. En nog een prettige dag. Kuifje heeft er zin in. Ik heb het trouwens net eventjes voor jullie opgezocht. Kuifje is tussen de 15 en 18. Dus hij is toch blijkbaar wel een stuk jonger dan ik dacht. Maar hij vliegt gewoon de hele wereld rond en gaat iedere keer bijna dood. En blijkbaar boeit niemand dat. Het is geen jeugdzorg die achter hem aan zit of zo. Dat hebben ze niet in België, dat is het. Kan niet anders. Oh, waarschijnlijk moeten we een plaatje van een eenhoorn maken, of niet? What? Hey. Dan nog nooit eerder iemand dit gedaan heeft. Sowieso, hoe komt die oude man aan dit ding? Goeie oude Bobby. Dus dat wou je me duidelijk maken, hè? Een rolletje. Een of ander document. Een oud perkament. 3 broeders vereend. 3 eenhoorns in konvooi in de middagzon varen zullen spreken. Ja, ik snap er geen flikker van. Wat is met dat voor wartaal? Ja, wat is dat voor wartaal? We gaan naar huis. Schip in de prullenbak. We verkopen het aan die gast voor 700 euro. Einde avontuur. Oh, daar is hij weer. Dat is hem. Laten we dit kindje in elkaar meppen. Full go.
Bro, mijn boot! Bro! Zo kan je niet zijn! Oh, ik krijg meteen een epic chase. Oké. Dieven! Nog eventjes over Kuifje's leeftijd. Ik heb daar best wel een schattig feitje over in de film. Het geheim van de eenhoorn. Staat op zijn paspoort dat hij geboren is in 1929. Dat is grappig, want de eerste strip van Kuifje verscheen in 1929. Als je dat toch een jaartal moet hebben om erop te zetten, doe je toch het geboortejaar van Kuifje zijnde Bobby, als personage. Nu is het wel schattig. Oh, we hebben de hoed. En dan kunnen we vanuit daar een soort ruiksignaal pakken. We kunnen op avontuur. Oh, en er was één collectible in dit level. En die heb ik gemist. Ik heb nu al mijn kansen verspeeld om deze game 100% uit te spelen. Over de game uitspelen gesproken, laten we doorgaan naar de volgende missie. Kasteel Molensloot. MNG Vogel. Aanbellen zal wel niet veel zin hebben. Hey, rijke mensen hebben ook gewoon een deurbel. Je hoeft niet per se in te breken als je vragen hebt. Hij klinkt over de muur van Vogel. Wat doen we, Alan? Niets. Voorlopig. Geniaal masterplan. Hij doet niets. Ik moet wel zeggen, nu ik weet dat Kuifje zo jong is, snap ik hem wel meer. Weet je, in principe, dit heb je niet van mij, maar in principe moet je voor je 18e zoveel mogelijk criminele shit doen. Want dan krijg je veel minder celstraf. Dan word je nog berecht als minderjarige, krijg je een taakstraf of zo. Een oud spoor. Als volwassen man inbreken geeft Kuifje gewoon een slecht voorbeeld. Die jong ventje kocht hem net onder mijn neus. We hebben hem wel terug, maar er zat niets in. Die kleine heeft zeker dat perkament gevonden. Laten we hem terug op zijn plaats zetten. We zien later wel hoe het zit. Ik ga eventjes een klein beetje de King Alert uithangen. Zoals ik dus al zei, ik weet niet heel veel van Kuifje. In handen krijgen. Laten we proberen hem te volgen. Hij is momenteel in principe strafbaar bezig in ieder geval. Weer al niet. Ook gewoon de deur proberen, tuurlijk. Eureka, Bobby. Volg hem maar. Ratten vinden altijd een ingang. Dat is wel waar. Een vriend van mij die heeft een nieuwe woning. En die zei van, ja, voor mij heb ik ratten, man. En toen op een gegeven moment zette ik hem thuis af. Zagen we een rat. En die dook zo zoef. Daadwerkelijk zo tussen een van de muren door. En ik, hop, en hij is binnen. Ratten kunnen echt heel goed overal naar binnen. Nee, ik dacht dus altijd een beetje dat Kuifje een soort hele erge voorbeeldfunctie had voor kinderen. Hij is een hele nette jongen, altijd heel aardig tegen mensen. Nou, misschien moet je dan een keer daadwerkelijk de Kuifje-strips lezen. Er is best wel wat controversie rondom de eerdere Kuifje-verhalen. Vooral in 1931 verscheen Kuifje in de Congo. Voor de duidelijkheid, Congo was een Afrikaanse kolonie van België waar ze verschrikkelijke dingen deden. Voornamelijk heel veel massamoord en slavernij. En er is dus een Kuifje-strip dat Kuifje in de Congo is. En dan worden de mensen van Congo ook heel erg neergezet als heel dom. Hun huidskleur is nog 5 keer donkerder. Ze lijken eigenlijk gewoon op Zwarte Piet. Zonder het Zwarte Pietenpakje aan. En ze zijn de hele strip lang heel dom. In principe moet je dat een klein beetje in het tijdsbeeld zetten. Namelijk, Congo was gewoon een Belgische kolonie tot 1960. Ik vind dat echt bizar. Dat dingen zoals slavernij en andere bullshit. Ik vind het echt bizar dat dingen zoals de uitbuiting van de Congo tot zo lang zijn doorgegaan. Pas in 1960 zeiden ze, hey gast, leuk Kuifjeboek, maar het is eigenlijk op een bepaald niveau best wel racistisch of zo, man. Ik geloof dat het boek het laatste Kuifjeboek is wat uitgegeven is in het Engels. Namelijk laatst in 2005, omdat er zoveel gezeik was rondom het hele racisme. In 2005 is hij alsnog met het idee van, het is niet echt oké qua racisme. Maar ja, de Kuifje-fans willen het alsnog lezen. Is het in 2005 voor het eerst in het Engels in kleur uitgegeven. Kuifje in de Congo. Oorspronkelijk in dat verhaal is er ook een stukje waar Kuifje een neushoorn opblaast met dynamiet. What the fuck? Hij boort een gat in een levend neushoorn en blaast hem op met dynamiet. Toen op een gegeven moment zeiden ze vanuit Zweden van, hey, leuk, die Kuifje strips, dat willen we ook voor onze kinderen. Maar we vinden het een beetje grof dat Kuifje dieren opblaast met dynamiet. Kun je dat toevallig fixen of zo? Toen hebben ze gefixt dat in plaats van dat Kuifje ze opblaast met dynamiet, dat een van de
de neushoorns per ongeluk Kuifjes wapen af laat gaan. Hij had ook gewoon een wapen bij zich. Nogmaals. De molensloot. Deze gast is 15. Maar eerst, ik geef jou het perkament, Bobby. Als ze mij te pakken krijgen, zullen ze jou niet fouilleren. Slim, we stoppen in je reet, Bobby. We stoppen het perkament in je aars. Ik bedoel, ik heb het perkament momenteel aan Bobby gegeven. Waar is het dan? Want ik heb geen enkele vorm van een idee. Verder is er nog een stukje controversie. Ik vind het best wel interessant om het te bespreken. Dus ik hoop dat jullie het ook daadwerkelijk interessant vinden. Anders heb ik ook nog een heleboel feitjes die niks, maar dan ook niks met Kuifje te maken hebben. Hoppa, weer een gouden krab. Ik geloof dat een van de Kuifje verhalen is iets van Kuifje. En de gouden krabben, kreeften, weet ik veel, beesten. Ja, toch? Een ander dingetje waar dus een beetje gezeik om ontstond, is dus dat, Kuifje was oorspronkelijk een krantendingetje. Het verscheen in de krant. En op een gegeven moment tijdens de Tweede Wereldoorlog werd, net zoals Nederland, België bezet door de Duitsers. En Hergé, de schrijver van de Kuifjestrips, die maakte nog steeds verhalen voor de krant. Zelfs toen de krant volstond met nazi-propaganda. Op een gegeven moment is die krant gewoon overgenomen door de Duitsers. En hij maakte nog steeds die Kuifjestrips, waardoor die kranten meer verkochten. Waardoor dus ook het denkbeeld van de nazi's groter werd. Er is helemaal een discussie geweest van, ja, is hij nou een lul of niet omdat hij dat deed? En mensen zeiden, nou nee, hij is niet per se een lul. Hij houdt gewoon van geld. Dus in dat opzicht is hij gewoon een influencer. Een snapking die iets verkeerd doet. Kijk, het is niet per se de bedoeling om iets slechts te doen. Hij wil gewoon graag zijn baan uitvoeren. Ditzelfde gezeik bestaat bijvoorbeeld ook om een aantal wetenschappers. Op een gegeven moment werden op heel veel plekken vanwege de Tweede Wereldoorlog werden Joodse wetenschappers gewoon massaal ontslagen. En sommige wetenschappers zeiden toen, oké, als zij weg moeten, dan moet ik ook weg. En een paar wetenschappers zeiden, ja, kijk, dat vind ik heel leuk, maar ik wil ook gewoon mijn baan hebben. Helemaal geen zin om ontslag te nemen. Dan ben je niet per se een nazi, maar je bent wel een klein beetje, nou ja, opportunist. Een opportunist neemt eerder echt een kans van, oeh, de nazi's zijn aan de macht, nu kan ik meer geld verdienen of zo. Ze willen gewoon hun baan houden, weet je. Dat snap ik ook wel een klein beetje. Vooral als je land bezet is door de nazi's, is er niet heel veel, ja, zekerheid. Je toekomst is een beetje een wankel als je dan wat geld kan verdienen met een of andere 15-jarige tekenen die neushoorns opblaast. Is dat misschien maar beter? Verder heb ik een beetje proberen op te zoeken, heeft Kuifje ouders? En het antwoord op die vraag is best interessant, namelijk, dat weten we niet. Kuifjes ouders worden simpelweg nooit genoemd. Heeft hij broers? Heeft hij zussen? We weten het niet. Heeft hij een vriendin? Nou ja, als hij een vriendin heeft, is hij wel een beetje een lul en geeft hij zijn vriendin vrij weinig aandacht. In alle Kuifjestrips komen relaties en familieleden gewoon helemaal niet voor. En als je een beetje gaat verdiepen in de schrijver, de maker van de Kuifjestrips, dan kom je er een beetje achter waarom? En ik vind het best wel interessant. Hergé, zo heet hij. Dat is zijn pseudoniem. Die heeft zijn ouders nooit gekend. Die was een wees. Of geloof ik zelfs, hij werd opgevoed door zijn oom. Maar die heeft hem waarschijnlijk zelfs misbruikt. Hij zei, sommige mensen weten niet hoe fijn het is om een weeskind te zijn. Hij had iets van, ja, ik had liever geen familie dan deze oom eigenlijk. Hij heeft een gigantisch zware jeugd gehad. En daarom denk ik, juist omdat hij zelf zijn ouders nooit gekend heeft, heeft hij het hele idee van familie eigenlijk een beetje weggestopt in de Kuifjeboek. Ook alle personages in Kuifje hebben geen kinderen, aangezien hij was namelijk onvruchtbaar. Hij had ooit een aantal bulten op zijn lichaam, daar is hij voor behandeld. En blijkbaar was de medische zorg in de jaren 1920 een stuk minder goed. Waardoor hij dus door die behandeling onvruchtbaar is geworden. Dat is eigenlijk alles wat ik echt weet over Kuifje en de mensen erachter. Ik had een van de boeken, Kuifje naar de maan, geloof ik. Hij gaat naar een heleboel landen en in één strip gaat hij naar de maan. Die heb ik gekocht op een rommelmarkt en van mij heb ik hem ook nog eens nooit gelezen. Ik vraag me trouwens af, hoe fucking veel butlers heeft deze gast en waarom staan ze gewoon standaard in zijn kelder? Ik heb daar toch al een aantal vragen over. Ik heb dus niet echt Kuifje feitjes meer. Ik heb nog een feitje over mijn jeugd, wat meer een verhaal is. Er is één verhaal van Kuifje in Egypte, geloof ik. En dan is hij in een soort piramide. Natuurlijk is hij dat. Is ook vast best wel legaal om als 15-jarige te gaan schat zoeken, maar daar gaat het allemaal niet om. En op een gegeven moment wordt hij dan geloof ik vergast, als in er is een soort valstrik in de piramide. Dit gebeurt ook daadwerkelijk trouwens. Soms als ze in piramides gaan onderzoeken, heb je dus lijken die al zo lang liggen te rotten daar, dat er bepaalde gassen ontstaan. Omdat die gassen niet weg kunnen in afgesloten graftombes, kan het dus daadwerkelijk gebeuren dat je gewoon, ja, best wel
doodgaat. Je kan gewoon dood. Voor mij zijn er daadwerkelijk mensen dood gegaan in piramides. Omdat ze geen idee hadden dat het een ding was. Hey, wie de fuck is de eerste gozer die denkt, hey, we gaan de piramides in. Ik neem mijn gasmasker mee. Ik had dus in ieder geval als kind een tijdje lang nachtmerries van die fucking kuifje aflevering. Omdat ik dus, ja, lag ik in mijn kamer. Dan was ik bang dat er ook een soort gas uit de muur kwam. En dat ik dan, ja, net zoals kuifje... bedwelmd zou worden. Het is wel interessant dat sommige dingen hebben zoveel indruk op kinderen. Ik weet nog dat ik ooit Nickelodeon keek. Een beetje de wat meer voor tieners shit. En toen was er een pistool. En iemand werd neergeschoten. En dat is de eerste keer, ik denk dat ik 7 was of zo, dat ik geconfronteerd werd met mensen neerschieten. Vandaag de dag is het zo normaal. Want videogames, die had je toen overigens ook al hoor. Zo'n boomer ben ik nou ook weer niet. Maar toch iets om een klein beetje over na te denken. Dat soort dingen toch best wel veel impact hebben op kinderen. Ik weet nog, K3 had een nieuwe tour. Gewoon een nieuw leuk concert. En in dat concert, daar was het een ding. Dat er was een soort vijand. Als in K3 moest het opnemen tegen een soort gemeen beest. Dat was een soort hele gemene marmot. Een heleboel kinderen waren gewoon bang van die marmot. Gewoon een heleboel kinderen die huilend weggingen bij dat concert. Ik had hetzelfde. Toen ik klein was, ging ik naar de plopfilm Plop in de Wolken. In het begin van die film gaat de opa van Plop dood. Hij ligt letterlijk op sterven en Plop moet een of andere belangrijke heilige plantenwortel vinden om die man te redden. Ik ging gewoon janken, want ik denk, hij gaat dood? Ik merk gewoon dat ik als kind echt heel slecht ging op het concept dood. Ik weet, echt de eerste paar uitvaarten in mijn leven ben ik gewoon niet heen gegaan. Dat was gewoon een beetje mijn manier om daarmee te dealen. Gewoon, weet je wat? Ik ga gewoon niet naar de uitvaart. Allemaal dood daar en verdrietige mensen. Hebben geen zin in, weet je wat? Ik ga gewoon niet. Dan hoef ik ook niet te huilen omdat ik verdrietig ben. In principe is dat een interessante manier om te gaan met begrafenissen. Gewoon niet heen gaan. Momenteel ga ik het toch wel. Het is toch wel fijn. Vooral de verhalen die vaak verteld worden van de mensen. Maar ik had dus nog wel een klein feitje over België. Nou, eigenlijk niet zozeer over België. Het gaat gewoon over chocola. Dat is toch wel een van de dingen waar België zeer om bekend staat. In Duitsland was namelijk afgelopen week een redelijk interessante rechtszaak over chocola. Misschien ben je bekend met Ritter. Dat zijn vierkante chocoladerepen. Voor mij heeft de Albert Heijn ze gewoon. Blijkbaar zijn die dingen in Duitsland echt heel erg iconic. Iedereen wil die Ritter. Die repen van Ritter zijn dus vierkant. Een hele mooie vorm voor een chocoladereep. Maar ook weer niet dat je denkt van, oh shit. Dat je denkt van, wauw, wat uniek of zo. Maar in Duitsland waren er rechtszaken gaande. Tussen Ritter en andere bedrijven die ook chocolade maken. Namelijk omdat Ritter vond dat zij copyright hebben op het concept van een vierkante chocoladereep. In principe zijn de meeste chocoladerepen best wel vierkant. Nou ja, de meeste chocoladerepen zijn rechthoekig. Maar daarna is vierkant wel echt een van de meest logische vormen. Maar zij hebben dus die rechtszaak daadwerkelijk gewonnen. Zij hebben het concept vierkante chocoladereep gecopyright in Duitsland. Ik kan gewoon copyright hebben op de vorm van chocolade. Nou klinkt dat als bullshit, maar als ik zeg, hey, ik kan me best voorstellen als ik een chocoladereep maak in de vorm van Toblerone, wat best wel een unieke vorm is voor een chocoladereep. Allemaal van die breekbare driehoekjes. Of in de vorm van een KitKat. Weet je, ook langwerpige reepjes die je kan afbreken. Dat die partijen toch denken van, hey, nu denken mensen dat ze een KitKat of een Toblerone kopen. Ondanks dat de branding, de logo's van KitKat. Iedereen weet dat KitKat, zeg maar, de huisstijl heeft rood met wit. Dus in principe kan je niet heel snel een nep KitKat maken. Ik weet nog wel dat echt eigenlijk wel heel veel standaard chocolades allemaal een soort nepper hadden. Ik weet nog wel, vroeger je had een nep Bounty. Je had een nep Snickers. Die heette mij gewoon Nuts. In principe moet het ook kunnen. Je kan geen copyright hebben op, oké, wij hebben copyright op chocolade met noten erin. Dat is gewoon van ons afblijven. Dus het is wel interessant hoe copyright werkt in de chocoladewereld. En als je maar genoeg geld hebt, dan kun je gewoon blijkbaar het concept vierkante chocoladereep copyrighten. Oh, we moeten gewoon naar rechts. Of is daar nog, ja, een heel mooi geheimpie. Ik ga sowieso al die krabben niet vinden, maar zo nu en dan een keer een krabje meenemen kan natuurlijk geen kwaad. Oh, dat is een zieke afsnijroute. Dat is ook dikke vette prima. Van chocolade wil ik een heel subtiel bruggetje maken naar het volgende onderwerp. Chocolademelk. Als ik jou vraag, wat is gezonder? Chocolademelk? Ik heb de rand van het gat vast om Bobby erdoor te krijgen. Wat? Oh, ik zie het al. We moeten eerst eventjes gauw Bobby hierin proppen. Bobby. Goed zo, jongen. Stouw hem er maar in. Want die deur daarboven zit natuurlijk nog op slot. Wat was ik ook aan het vertellen? Oh ja, wat is gezonder? Chocolademelk
Of jus d'orange. Ik denk dat best wel veel mensen denken, hey, jus d'orange is gezonder. Ik sprak het al heel Amerikaans uit. Jus d'orange. Jus d'orange. Wat is gezonder? Ik denk dat best wel veel mensen denken, nou, jus d'orange, dat is fruitsap. Dus is het gezonder dan chocolademelk. Dat is niet waar. Jus d'orange bevat ten eerste heel veel suikers, maar verder naast vitamine C niet heel veel gezonde dingen. Terwijl chocolademelk bevat waarschijnlijk iets meer calorieën, maar omdat het ook best wel grotendeels gemaakt wordt van melk met calcium, eiwitten, zeggen best wel wat gezondheidsexperts, chocolademelk is gezonder dan sinaasappelsap. Vond ik best wel een interessant dingetje, klein beetje perspectief op, hey, wanneer is iets eigenlijk gezond? Het gaat niet alleen maar om de calorieën. Aan de andere kant zou je zeggen, als jij gewoon al genoeg eiwitten binnenkrijgt en mineralen en al die shit, misschien dat dan toch het jus d'orange iets gezonder is. Alhoewel, ik geloof dat we best wel heel erg anti-suikers beginnen te worden. Ik wil nog één keer opnoemen hoe gigantisch veel mensen in dit huis werken. En je kan ze gewoon in één keer knock-out slaan. Door gewoon eventjes heel erg casual een glazen pot tegen ze aan te gooien. Dit is niet iets wat je kinderen mee wil geven. Over chocolademelk gesproken trouwens. Ik had afgelopen week een geniaal idee voor een drankje. Een drankje wat supergoed zou verkopen. Chocolademelk. Met daarin cafeïne. Kijk, mensen houden van cafeïne, want je wordt er lekker wakker van. Nou is het ding een beetje, cafeïne is heel erg goor. Ik had ooit zo'n fruitsappie van de Albert Heijn en ik had een cafeïnepil. En toen dacht ik van, nou, wat nou als ik die cafeïne in het fruitsappie doe? Kan ik en wakker worden en lekker mijn fruitsappie drinken? Dus ik dronk het op. Goor, cafeïne is echt super bitter. Dus daarom zijn energiedrankjes zo gigantisch zoet. En daarom is koffie zo gigantisch bitter. Je moet gewoon echt die smaak van dat cafeïne wegstoppen. Ik denk dat chocolademelk dat best wel goed zou kunnen doen. Weet je waar Chocomel afgelopen week mee is gekomen? Chocomel Latte Macchiato. Oprecht een geniaal idee. Waarschijnlijk smaakt het gewoon grotendeels naar chocolademelk. Maar dan dus met een klein beetje Latte Macchiato erbij. En daardoor dus ook de cafeïne die daarin zit. Ik vind het in ieder geval best wel cool. Ik ga hem sowieso een keer proberen. Ik had ook meteen op Twitter gezet dat Chocomel mijn idee had gestolen. Dit is best een specifiek idee. Dit had ik gewoon kunnen copyrighten in Duitsland. Stop cafeïne in Chocomel. Dit is mijn idee. En maak de verpakking vierkant. Het is best wel een goed idee voor een drankje als je echt een uniek design wil. In plaats van een rond blikje, een vierkant blikje. Het enige probleem is, vierkante blikjes zijn gewoon... Zijn die dingen gevaarlijk? Wat is het, fucking schimmels of zo? Wat doen die dingen? Huh? What the fuck? Moet ik dat ontwijken? Ik snap er echt totaal niks van wat er zojuist is gebeurd. Oké, ik wil nog even proberen daar te komen wel. Oh, het zijn insecten. Wat moet ik ermee doen? Oh! Niks? Kan je ze slaan? Oh, fuck die shit. Ik ben bijna dood. Ik snap er oprecht niks van. Oh! Je kan je zaklamp zo, bam, zo aanzetten. En dan gaan de insecten dood. Het is net die neushoorn in het Kuifje en de Congo verhaal. Dit is top. Oh, ik heb nog één klein Kuifje feitje trouwens. Er is een hele groep mensen die zich best wel bezighouden met echt het uitgebreid hardcore studeren van de werken van Hergé. Het is eigenlijk gewoon een soort wetenschap geworden om dus die kuifjestrips te bestuderen. En daar is dus een speciaal woord voor. Tintinologie. Oh! What the fuck? Ik deed toch zo met de... Nou, wat een poepgame, joh. Oh, fuck. Nee, joh. What the fuck? Ik kan me niet herinneren dat ik zo vaak doodging toen ik deze game eerder op YouTube speelde. Verder kan ik niet 100% garanderen dat ik de game deze video ga uitspelen. Als je de video nu kijkt en hij is ja, korter dan 3,5 uur, 4 uur. Ik zoek meestal wel op als ik begin aan een XL gameplay van hey, hoe lang duurt de game ongeveer? Is dit haalbaar? Ik dacht oorspronkelijk van wel, maar het ding is een beetje dat het is ondertussen al 1 uur 's nachts hier. Ik moet sowieso nog wel een goede 3 uur van deze game spelen. Dus als ik echt goed mijn best doe, dan heb ik hem af om 4 uur. Moet ik hem dan nog editen? Is het 8 uur 's morgens? Dan zou je zeggen, heb je niet andere dagen
Nee, want ik ben het hele weekend weg. Dus ik kan niet echt garanderen dat ik de video afmaak als het niet gelukt is. Hele grote, oneindige sorry. Ik ga gewoon mijn best doen om het zoveel mogelijk vol te lullen. Ik heb nog een klein feitje over Kuyona. Ik ben de Jensen podcast aan het luisteren. Voornamelijk om een rare, oude vent uit te lachen die een heleboel rare dingen zegt. En hij zegt dus iedere keer niet corona. Hij zegt Kuyona. Waarschijnlijk omdat YouTube en andere platformen kunnen een soort stemherkenning doen. Ze maken een soort ondertiteling op basis van je stemmen. En hij denkt waarschijnlijk, en dat zou ik best wel kunnen, dat er eigenlijk bijgehouden wordt hoe vaak je Kuyona zegt. En als je dat heel vaak zegt, denken ze, oh, dit is een complotvideo of een video van geen arts die praat over dit onderwerp. Dat moeten we niet willen. Dus we pakken je inkomsten af. Ik kan me best wel voorstellen dat er zoiets daadwerkelijk bestaat. En dat dus, ja, het dusdanig slecht uitspreken dat een computer niet meer weet dat je Kuyona zegt. Ik vind het ook jammer om toe te geven, maar eigenlijk is het best wel slim. Even kijken. We moeten daaronder zien te komen. Ga je niet dood? Ah, dat is hartstikke fijn. Oh, kuifje, please. Ik had in ieder geval twee dingetjes over Kuyona. Het eerste dingetje is dat door Kuyona... Ik ga het nu ook maar gewoon doen. Ik wil mijn inkomsten op deze video. Hier zit zoveel tijd in. En alsnog is er best wel de kans dat ik gecopystrike word door motherfucking... Ik geloof dat het John Williams was. De best wel bekende John Williams die de soundtrack heeft gemaakt voor de film. Het is namelijk een Steven Spielberg film. En Steven Spielberg en John Williams die gaan samen als Serpent Gameplay en Matige Gameplay. Dat zijn een perfect duo. Denk aan E.T., Indiana Jones. Best wel veel van die shit is John Williams volgens mij. Steven Spielberg zou geloof ik eigenlijk ook de Harry Potter films regisseren. In ieder geval had hij vast graag willen doen. En bij Harry Potter hoort ook best wel John Williams geloof ik weer. John Williams maakt best wel toffe muziek, maar dus ook voor deze game. En zijn muziek is waarschijnlijk best wel gecopyright. Als iemand zijn niet gezongen muziek toch een beetje anders dan een normale artiest die veel concerten doet. Als er een artiest is wie muziek gecopyright is, dan is het waarschijnlijk wel motherfucking John Williams. Dus als de muziek in deze game te hard staat, zou het best wel kunnen dat ik ook nog eens een dikke copyright strijk krijg en sowieso geen inkomsten. Nou scheelt dat het momenteel mijn inkomsten uit YouTube sowieso al dramatisch laag zijn. Ook omdat ik, ja, niet zoveel meer video's maak. Oftewel, eigen schuld, dikke bult. En ook wel een klein beetje, omdat door de Kuyona de advertentiebudgetten best wel de grond ingeboord zijn. Sommige bedrijven die zijn toch wel een stuk minder bezig met verkopen. En andere bedrijven juist weer meer. Dingen zoals computeronderdelen, webcams en zo verkochten een tijdje echt heel erg goed. Maar het probleem is, die dingen verkopen zichzelf al. Dus daar heb je ook niet heel veel reclame voor nodig. Heel veel van die bedrijven zaten juist met, ja, dat ze eigenlijk te weinig productie hebben. Vooral toen we nog echt lockdown hadden, waardoor mensen niet meer naar hun werk gingen en dus ook gewoon de fabrieken dicht lagen. Maar dat kan maar niet uit. Ik verdien in ieder geval niet bakken met geld met YouTube. Dus als ik nu in één keer hoor, oh, je krijgt geen inkomsten op je video, denk ik, nou, boeien, het zal allemaal wel. Ik heb geen sleutel, toch? Oh, kijk, meteen daarnaast hangt weer zo'n dingetje. Hey, Bobby, ik prop je er weer even in. Gaat op jacht voor mij. Nog eventjes over die soundtrack. Voordat ik Serpent Gameplay had, geloof het of niet, had ik een ander YouTube kanaal. Daar deed ik geen commentaries, mijn gezicht en mijn stem waren nergens te horen. Het waren gewoon hele matige soort van memes. Ik maakte ooit de South Park Rickroll. Ik kwam erachter dat als je, zeg maar, South Park pakte, de bekende Kyle's Mom's a Bitch. Als je bij die clip... Oh! Nou, dat telt blijkbaar niet. Als je bij die clip... Rick Astley's Never Gonna Give You Up deed. Dan zag het er nog best wel grappig uit. Alsof de mensen van South Park dansten op het Rick Astley nummer. Ik vond dat super grappig. Dus ik had de South Park Rickroll gemaakt. Om dat eigenlijk een klein beetje... Hoppa! Klein beetje te vieren. Die video heb ik gemaakt. En ik heb ooit nog een hele matige RuneScape video gemaakt. Er staan 3 video's in totaal op dit YouTube kanaal. En de laatste video op dat kanaal heet gewoon... Kuifje Copyright Test. Je kan het kanaal gewoon vinden als dat je leuk lijkt. Het heet Noob World 7. Dat is ook mijn vroegere RuneScape naam. De laatste video daar is Kuifje Copyright Test, wat gewoon letterlijk 30 seconden gameplay is van deze game, zonder commentaar. Toen de tijd dacht ik echt nog van, ja, wat nou als ik iemand zijn copyright breek op YouTube? Dan worden mijn video's verwijderd, dan krijg ik meteen een strike ook, weet je, wordt mijn hele kanaal verwijderd. Vandaag de dag breek ik echt vaak copyright in mijn video's. Dan maak ik die livestream hoogtepunt video's en soms op stream luister ik bepaalde muziek. En dan zou je dus ook gezeik kunnen krijgen met die muziek als ik die in zo'n compilatie stop. Maar nu meestal denk ik, ah joh, fuck it, ik stop die muziek er gewoon in. Maar wat ik dan krijg is gewoon een copyright claim, waardoor ik de complete inkomsten van de video, best wel lame, in moet leveren naar de maker van dat nummer. Ik kan gewoon een video hebben van 15 minuten met 10 seconden copyrighted muziek. En dan ben ik gewoon de rechten kwijt
Dat is wel een beetje lame, dat ik dan alle inkomsten kwijt ben. Maar vandaag de dag, als je muziek in een video gebruikt, zeggen ze gewoon oké, dan zijn alle inkomsten voor de muzikant. En dat is in principe een goede deal. Als je niet wil dat je inkomsten afgepakt worden, moet je maar lekker je eigen video's maken. En als je dat niet doet, mogen ze gewoon online. Maar wel alle rechten gaan naar de muziekeigenaar. Het FDW-museum. Mijn eenhoorn. En nog een eenhoorn. Er zijn er 3, geloof ik. Hé, hey, weet je nog, Bobby? 3 eenhoorns in de middagzon varend. Zo. Dit is dus die snotaap van de markt. Is dit de bos? Ik denk dat jij iets hebt wat van ons is. Waar heeft u het over? Dat is mijn schip. Ik heb ervoor betaald. Je had hem heb je een bonnetje? Kopen toen ik het je vroeg. Jullie ook. Jullie zijn ook op zoek naar de eenhoorns, of niet? Waarom ben jij zo geïnteresseerd in deze eenhoorns? Waarom ben jij zo geïnteresseerd in de eenhoorns? Eenhoorns, allemaal gebouwd door François Adoc. Erfstukken voor zijn 3 zonen. Mond dicht. Je praat te veel. In de mast van elk schip zit een perkament verborgen. Ik vraag me af wat dat zou kunnen betekenen. Niets. Die schepen zijn niets. Verwacht u dat ik dat geloof? Volgens mij is er ergens... Heel syndicaat van criminaliteit. Nee, dat is gewoon een hobby. Heb je gelijk? Je stelt te veel vragen. Dat is mijn job. Dat hij is journalist. Genoeg! Als je perkament hebt, geef het dan! Of anders? Waarom hebben we perkament überhaupt meegenomen? Hadden we niet gewoon thuis kunnen bewaren? Ik bedoel, Kuifje ging er niet vanuit die hier zou sterven, dus... Oeh, deze puzzel is leuk! Ja, het is echt wel tof. Ze hebben gewoon zo'n puzzel bossfight. Je moet die gasten dus zo lokken dat we linksboven komen... Zonder dat zij daar zijn, dan die strandbal pakken. En dan of met zo'n kandelaar of met die strandbal die gasten uitschakelen. Dit wordt daadwerkelijk nog best wel pittig. Aangezien hij staat nogal bij die strandbal. Maar misschien... Hoi! Hoi! Oké, dat is 1. Oh, die bal gaat gewoon weg. Oké. Oh, fuck, die andere gast leeft ook gewoon nog. Shit. Fuck. Ah, hij staat nog steeds de verkeerde kant op. Wacht dan. Yes, gooi! Dat is 1. Gaan we naar boven toe? Huh? Oh, hij gaat ook naar boven toe. Fuck. Hierheen. Misschien kan ik hem in zijn rug raken. Kom op. Oh, fuck. Wat een chaos. Geen mijn bal. Kan ik hem zo ploppen? Oi. Nee, joh. Boom. Oké, dat is 1 down. Nu die andere sukkel nog. Wat ik in ieder geval wilde vertellen over Kuyona. Ik werd best wel afgeleid met een heleboel... Oh, ik kan hem misschien zo net zo... Boop! Wat ik wilde vertellen is... Ten eerste, een klein positief nieuwtje is namelijk dat... Sinds de Kuyona-crisis... Het voelt toch een beetje respectloos om de hele tijd Kuyona te zeggen... Alsof het een soort grapje is of zo. Het is gewoon genialiteit op het gebied van copyright. Hey. En nu wil ik zien wat jullie te verbergen hebben, eenhoorns. Ook een papiertje in die ander. Hebben ze nog niet gevonden? Zijn ze fucking dom? Dat is het, hè? Ze zijn fucking dom. Oké, is goed. Boom! En dan daar het tweede deel. Waarschijnlijk, ja, snappen we hier ook vrij weinig van. Je moet natuurlijk alle 3 de papiertjes over elkaar leggen. Dit moet de mijne zijn. Dit is de mijne. Ongemakkelijk. Het is een ander plaatje. Ja. Dit is de walvis of zo. Nee, het is nog een eenhoorn. Shit. Oh. Ja, Bobby. Dit is het. Leeg? Ja, duh. Maar? Oe. Die gasten hebben toch geen poep in hun hoofd? Ik op enter om door te gaan. Klein rotjong. Goeie hemel. Is dit soms wat je zoekt? Hij klimt ook echt uit het raam. Het is jouw huis, gast. Je hebt 1 ziljoen beveiligers. Wat doe je? Ik heb ook geen wapen of zo, dus als je gewoon wegrijdt in je auto, of nog beter, me aanrijdt, jouw mensen slaan me toch al altijd bewusteloos. Oh, dat is ook daadwerkelijk de bedoeling. Ze willen me daadwerkelijk aanrijden. Nee, oké, dat is top. Dit zijn best wel toffe dingen. Ik moet eerlijk zeggen, weet je, die 2D-levels van de game zijn ook best grappig, een beetje puzzelig. Dan heb je ook gewoon dit soort epische 3D-levels die, ja, Uncharted is er eigenlijk gewoon niks bij, laten we eerlijk zijn. Hij beut ook gewoon die hele auto kapot. Gast, jij hebt het perkament, hè? Ik weet niet waarom je mij momenteel zo graag dood wilt hebben. Je bent best wel aan de macht. Ik ben gewoon een gast. Ja, ik ga nog 1 keer zeggen van 15. Ik ben dood. Ik vraag me trouwens opeens af. Kuifje, kan je niet gewoon ergens heen gaan waar de auto niet heen kan? Ik bedoel, door de heg
gewoon eventjes een plantenbak inklimmen. Ja, dan kunnen ze wel uitstappen. Dat is wel nog een van de dingen die ze zouden kunnen doen. Ik ga trouwens nog één keer proberen dat Kuyona-verhaal af te maken. Het eerste ding wat ik wilde zeggen is een fijn stukje positiviteit in deze nare tijden. Hey, dit is second person! Wat vet! We got him! Dit is je laatste kans, jongen! Waar is het Kuyona komt zo meteen terug. Second person is interessanter. Dan hebben we je niet meer nodig ook. Oh. Huh? Die geluiden ook. Oh, het is dus de main bad guy. Die is gewoon altijd in de kuifje verhalen, toch? Ik sta bij jullie in het krijt. Alan, ik heb het gevonden. Alan, ja. Hey, maar wat doet u toch? Bedoelt u, bent u dan ook op zoek naar... Wie zijn jullie? Hij wordt nu pas achterdochtig ook. Toenk. Hoe vaak raakt Kuifje bewusteloos in deze game? Heel vaak. Hij is op de hoogte. Maak hem koud. Even iets over dat second person. Je hebt dus first person. In die games kijk je uit het perspectief van de persoon als wie je speelt. Je hebt third person, waar je dus vanuit de hoogte eigenlijk je poppetje ziet lopen. En ik had dus een YouTube video gezien die stelde de vraag: wat is dan second person? Wat is second person als je first en third person hebt? Second person is eigenlijk wanneer je jezelf ziet vanuit het perspectief van anderen. Dus we keken net vanuit de auto van de gasten die achter ons aanzaten naar onszelf. Tweede persoon. Dat is best wel cool. Oké. Het enige wat je hoeft te doen is de lijn volgen. En zelfs als je afwijkt, dan buigt hij gewoon de lijn voor je. Dus je kan gewoon een denkbeeldige reukspoor verzinnen. Het slaat allemaal, ja. Oh, je hoort ook ondertussen het geluid. Oh, natuurlijk, want Kuifje is gekidnapt. Maar ze hebben die hond met dat document in zijn anus natuurlijk niet meegenomen. Dus die kan gewoon Kuifje opsporen aan de andere kant van de wereld of zo. Ik heb geen idee. Zijn wij nog ergens in België? Kan ik gewoon net zo lang weglopen tot ik opeens in Nederland ben? Dat zou wel grappig zijn. Welke hond? En maatje, wat vind je van je nieuwe onderkomen? Wie bent u? Waar brengt u me heen? We maken een leuke cruise. Reizen om te leren. Waarom nemen ze Kuifje ook mee in hun criminele shit? Vooral gewoon thuis. De gebroeders Vogel zijn niet langer een probleem. Ze waren zelfs heel, laten we zeggen, deugdzaam. Mijn baas wil het andere. Waar is het? Sorry, heren. Ik kan jullie niet helpen. Cool. Martel hem. Heb je hem gefouilleerd? Martel ja. Kuifje. Kuifje. Perskaarten, dat is alles. Geen perkament. Trouwens, ook een interessante. Volgens mij heeft Kuifje geen achternaam. Ja hoor, slimmerik. En jij mag het dan uitleggen aan de baas. Luitenant. Nu niet. Ze hebben u nodig. Het is de kapitein, hè, ze. Wat? Alweer? Hij gaat weer tekeer. Oh, is dat kapitein Haddock? Goed, ik kom eraan. Als ik jou was, onze broeder van een andere moeder, voor we de haven binnenvaren. Oké. Nou, wat een zielige scène. Eenzaam en alleen. Op een boot vol boeven zonder zijn hondje. Maar dan... Bobby! Breed. Komt er nog een drol naar beneden Bobby, vallen? Hoe heb jij... Snel, maak mijn boeien los. Please, Bobby. Master of lockpicking. Doe het. Kom aan, kom aan. Kun je honden gewoon trainen dit te doen? Flinke jongen, Bobby. Nu heeft hij gewoon een tie wrap om. Kan je een tie wrap openmaken met goed, je tanden? Bobby. Heeft iemand dit ooit geprobeerd? Ja, best wel vaak waarschijnlijk. Als je ergens een tie wrap hebt en... Oh, kut. Kan het met mijn tanden? Het moet wel kunnen, toch? Maar zelfs met een mes lukt het me meestal niet, dus... Belangrijke medische vraag. Kan je een tie wrap openen? Meetanden. Dus, over de viruscrisis. Sinds die niet nader te noemen crisis, is het aantal mensen dat gestopt is met roken nog nooit zo hoog geweest. Voornamelijk omdat dus wordt gezegd van ja, mensen met overgewicht en mensen die roken, die behoren tot een soort extra ja, gevarengroep. Als in, als je het dan krijgt, is de kans op overlijden hoger. Dus best wel veel mensen die ook al wat ouder zijn, denken, oh shit, ik wil niet daadwerkelijk doodgaan door dit virus. Dat is echt een kut manier om dood te gaan.
Weet je wat? Ik stop wel lekker met roken. Dus nog nooit zoveel mensen zijn in zo'n korte tijd gestopt. Misschien ook omdat ik geloof mensen met overgewicht zijn dus ook extra in gevaar. Misschien dat ook meer mensen aan het afvallen zijn. Dus in dat opzicht, op het moment dat je aantal dagelijkse doden heel laag zijn en mensen wel allemaal gekapt zijn met roken, loop je misschien netto uit op het ding dat er dus eigenlijk in totaal minder mensen doodgaan. Oh, die pijlen zijn wel heel fijn daar. Ja, die had ik wel echt even nodig. Het is sowieso best wel knap dat dat Kuifje gewoon kan walljumpen. Kan ik dat ook als ik echt heel erg mijn best doe? Ik weet wel dat programma, niet echt Wipeout. Je hebt iets van Ninja Warriors of zo, waar allemaal gespierde mensen ook over een soort parcours heen gaan. Werd gepresenteerd door Terry Crews. Ja, misschien moet Kuifje daar gewoon aan meedoen. Die mensen kunnen ook wel shit die ik ja niet zo snel zou kunnen. Het andere ding wat ik wilde zeggen over Kuyona. Huh? Oh. Had te maken met... Hopla! Had te maken met hoe restaurants vandaag de dag werken. Er zijn nu best wel een aantal restaurants waar je niet meer bestelt bij een serveerster. Er zijn restaurants waar je online bestelt. Dan heb je gewoon een QR-code op je menukaart. Die scan je. Dan word je naar een website geleid. En daar vul je netjes je tafelnummer in. Of je tafelnummer zit soms al verwerkt in die QR-code. Gooi je in je mandje wat je wil hebben. Betaal je al gewoon meteen. En dan brengen ze je eten naar je tafel. Ik zat dus laatst iemand op Twitter, die had gewoon die QR-code op Twitter gegooid met yo, koop eten voor me. Toen dacht ik, wow, dat is echt een geniaal idee voor een livestream. Gewoon een livestream waar willekeurige mensen drank voor je kunnen bestellen. Op een gegeven moment heb je wel heel veel drank en heel veel eten. Ik zat wel een beetje met, ja, voedselverspilling ben ik persoonlijk niet zo'n heel groot fan van. Aan de andere kant, als je op een niet al te druk terras zit waar wel gewoon veel mensen zijn. Als je gewoon zegt van, yo, ik heb best wel wat eten. Willen jullie ook gratis shit? Dan zeggen ze, oké, is goed. Ik heb het dus laatst gedaan toen ik met Linktijger en Billy in Blijdorp was. Dan hebben we ook de code getweet. En binnen no time kwamen de mensen van het restaurant een beetje boos naar ons toe. Van, hey jongens, dit is echt niet de bedoeling. Het ding was dus, het goedkoopste wat je kon bestellen was mayonaise of ketchup. Dat was dan geloof ik nou 60 cent. Of zo. Dus heel veel mensen gingen iedere keer losse mayonaise en ketchup bestellen. Waardoor dus eigenlijk het restaurant iedere keer naar onze tafel moest komen om een los cuppie mayo te brengen. Terwijl we uitgelegd wat er aan de hand was, zeiden ze ja, stop maar. Toen kwam later de manager, die zei ja, dit is wel grappig. En hoezo betalen mensen dat dan? Wij zouden uitleggen, ja, we zijn kut influencers of zo. Als wij gewoon een foto plaatsen met yo, koop eten, dan kopen mensen bakjes mayonaise van 60 cent voor ons. Dat is gewoon een beetje ons leven. Dus, oh nee, oké, is goed. Ga maar lekker door. Toen hadden we afgesproken dat zij om de paar minuten naar onze tafel kwam met gewoon alle bonnetjes en zei van, yo, willen jullie een cuppie mayo? Willen jullie twee fristi? Willen jullie één rosé? Dan kunnen jullie gewoon bepalen of je het wel of niet wil. Waarom de fuck heeft deze gast een duikerspak aan? Oké, waarschijnlijk moeten we hem laten uitglijden door hem gewoon daar langs te lokken. Of kan je gewoon dit ding in zijn gezicht smijten? Dat zou het wel heel makkelijk maken, of niet? Oh, soort van. Hij is wel soort van in de war. Oké, dat kan dus niet. Je kan niet met hem vechten in ieder geval. Ik denk dan toch dat we hem moeten laten uitglijden. Yo, broer, kom eens. Kom eens. Oh, hij ziet natuurlijk niks. maak hem dood. Oh shit, hij kan me wel nog steeds slaan. Ik wil weg. Ik zit vast. Nee. Oh man. Hij kan nu wel zien. Dus nu heb ik natuurlijk die fucking strandbal nodig. Maar waar is die fucking strandbal? Kan ik hem nog een keer langslokken? Nee, hij is niet zo dom, toch? Is hij zo dom? Kom eens naar beneden. Oké. Ja. Oh, ik ben zo'n sukkel. Kapot. Helemaal vernederd en vernietigd. We kunnen weer verder. Het regent. Goed om te weten. Ik moet Alan zien te vinden. Oh. Nu staan we voor een moeilijke keuze. Naar beneden of naar boven? Welk van de twee heeft de geheime schat? Oh, dit is afgezet. Een supergoed stukje beveiliging voor. Nee, die kant kunnen we duidelijk niet op. Verder heb ik nog wel een klein dingetje over Twitch. Oh, hij glijdt ook echt uit over die bananenschil. Wat stom. Het dingetje met Twitch is dat Twitch is niet alleen een plek voor livestreamers. Het is ook een plek voor een heleboel politieke dingen bijvoorbeeld. Er worden gewoon speeches van Donald Trump geplaatst op zijn Twitch-account. Die worden gewoon uitgezonden als livestreams. En natuurlijk, moet ik gewoon lekker kunnen. Hij was het laatst geband zelfs, Donald Trump. Hij was geband voor haatzaaien, omdat ze een oude speech uitzonden waar hij allemaal dingen zei over Mexico. Over hoe kut de Mexicanen waren en zo. Hij is gewoon geband van Twitch voor haatzaaien. Nu snap ik Donald Trump een beetje. Ik ben ook ooit geband van Twitch voor haatzaaien. Omdat ik een foto liet zien van een grappig bedoeld schilderij dat Hitler belachelijk maakt. Dus in dat opzicht word je er best snel geband. Voor haatzaaien, vooruit dan maar. Oh. Nou, snap ik hem. En links is zeker de schat die ik anders totaal had gemist.
Ja. Donald Trump is in ieder geval verbannen. Naast Donald Trump zijn er in ieder geval nog een aantal dingetjes rondom politiek op Twitch. Onder andere het Amerikaanse leger livestreamt op Twitch. Ik heb het dus gecheckt en het is best wel raar. Het is gewoon een gast in een uniform die Call of Duty speelt. En dat doen ze dus om ervoor te zorgen dat meer jongeren bij het leger gaan. Ik vind dat best wel een soort rare, niet fijne gedachte hoor. Oh jongeren, houden jullie van schietspelletjes? Kom dan bij ons, het leger, om daadwerkelijke mensen dood te schieten. Heb jij zo'n goede kill-death ratio? Probeer dat ook een keer in het echt. Ik vind dat niet echt oké. En meer mensen vonden dat niet oké. Dus als klein protest gingen mensen trollen bij die livestreams. Dan gingen ze iedere keer vragen. Klein vraagje. Wat is je favoriete oorlogsmisdaad van het Amerikaanse leger? En natuurlijk hadden ze dat door. Dus dan hebben ze op een gegeven moment het woord oorlogsmisdaad verbannen in de chat. Maar het ding is, als je woorden verbant. Ik heb ooit op YouTube het woord longen verbannen. Omdat hele video's gewoon vol stonden met je rookt niet over je longen. Mensen die denken dat ze grappig zijn. Ik had het woord longen verbannen. Het ding is, geloof ik, je weet niet dat je reactie verwijderd wordt. Dus als je op YouTube een reactie plaatst met het woord longen erin, krijg je niet meteen een melding van nee, dat mag niet, pas je reactie aan. En op Twitch gebeurt dat wel. Dan krijg je daadwerkelijk een melding met hey, je bericht is verwijderd, want je gebruikt een banned term. En het ding is dus, dat systeem is heel zwak. Als ik het woord longen verboden maak, maar jij doet longen met dubbel N bijvoorbeeld, dan herkent het systeem al niet meer als longen. Als jij longen doet met L0NGN, longen, dan pakt het systeem het ook niet. Dus je kan het heel makkelijk omzeilen. En op Twitch kun je dat dus gewoon doen. Want je weet gewoon, oh hey, dit woord is verboden. Dan pas ik het een klein beetje aan. Er zijn wel systemen die dan rekening kunnen houden met zeg maar spelfouten of veranderingen van een banned term. Maar het probleem is dat je dan ook best wel gauw woorden meeneemt die helemaal niet verboden zouden moeten zijn. Ik had altijd in RuneScape. In RuneScape had je altijd ook bepaalde filters die ervoor zorgen dat er niet te veel gescholden wordt. Niet te veel woorden rondom seks in die game. Zitten best wel veel 13-jarigen in. Kan echt niet. En als ik dan dus hoera typte, dan werd mijn woord verbannen. Omdat het woord hoer erin staat. Of een ander scheldwoord wat er een beetje op lijkt. Er zijn zoveel talen, zoveel woorden. Op een gegeven moment moet je gewoon ieder woord gaan verbannen. Is gewoon niet te doen. Dus daarom zeggen ze, ja, laat het gewoon lekker bij de woorden houden die we daadwerkelijk, hoja, verbannen willen hebben. Om even terug te komen bij het feitje over het Amerikaanse leger op Twitch. Omdat dus dat systeem zo werkt zoals het werkt, blijven mensen vragen, hey, wat is je favoriete oorlogsmisdaad? En daardoor is het weer uitgebreid in de media gekomen, vooral dus dat dit bestaat. Die streams hadden niet heel verrassend genoeg bijna geen kijkers. Wie de fuck wil een willekeurige soldaat zonder heel veel enthousiasme fucking Call of Duty zien spelen? Er was niet echt een markt voor. Maar nu zijn ze ook nog eens extra in opspraak. Vandaag was er een heel gezeik in Congress, omdat iemand zei, hey, dit is niet echt oké, het promoten van het leger joinen via Twitch. En toen hebben ze gestemd. En het mag toch. Yeah. Tau. Dat ken ik nog wel. Van vroeger. Oh, is wel vet. Druk herhaaldelijk op. Wow, dit is some cowboy shit. Oké, dat is wel cool. Zat dit in de film? Ik heb de film één keer gezien. Vies lang geleden, dus daar durf ik totaal geen uitspraak over te doen. Grapje blijft hetzelfde. Spatiebalk en gewoon heel vaak gaan klikken. Ik had nog een ander klein feitje over legerbasissen. Blijkbaar worden sommige legerbasissen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten niet weergegeven op Google Maps. Dan pakken ze gewoon de foto's van voordat die legerbasis er was. En dan plakken ze die er gewoon overheen. Er zijn gewoon plekken op Google Maps die bewust niet matchen met de realiteit. Daar is hij hoor. Kunt u alsjeblieft stil blijven? Rustig maar. Alles is oké. Wie bent u? Ik? Niemand. Let maar niet op mij. Ik ben al weg. Was u met iemand aan het praten, kapitein? Hè? Nee, niemand. Alleen ben een erg onbetrouwbare kapitein. Zo, toch wel. Kapitein. Waarom al die drukte? Ik ben het beu om hier opgesloten te zitten. Wat is het probleem? U hebt toch een mooie kajuit? Ik zit hier vast in het ruim. En wat ik wil, is mijn boot terug. Oh, mijn ze hebben zijn boot genakt. Ik denk niet dat dat een goed idee is. Maar ik ben de kapitein. Tuurlijk bent u dat. Maar u weet net zo goed als wat? Ik dat uw familie nooit echt goed geweest is met schepen. Och. En we weten waarom.
Die vloek. Precies. Ik dacht ze gaan praten over zijn familie, maar nee, Kuifje heeft niemand een familie. Maar u krijgt het snel weer terug. Ik wil enkel nog aan het roer staan voor een klein projectje. Luister, ik zeg net nog tegen Tim. Ik zei tegen Tim dat we u nodig hebben. Huh? Alsjeblieft. Rood voor de lengtegraad, blauw voor de breedtegraad. Kleurpotloden? Als u nu eens onze koers berekende voor de komende 2 uur. Hè? Denk je dat ik een dwaas ben? Schurk! Bedrieger! Veel plezier. Ik heb een appeltje te schillen met een passagier. Wat voor passagier? Een ongewenste passagier. Niet vergeten, rood voor de breedtegraad, blauw voor de lengtegraad. U zei het net omgekeerd, baas. Ja, maak jezelf liever nuttig, man. Dus ik hoor dat Kuipje ze nu bewust de verkeerde kant op gaat sturen? Wie was dat? Was dat Alan? Waar ging hij naartoe? Wow, bovendeks. Na de stuurhut. In de controlekamer. Wow. Bent u echt de kapitein van dit schip? Oké, we peren hem gewoon. Bent u echt de kapitein van dit schip? Nou, ik ga weer lekker door ruimtes heen lopen met gasten met geweren. Nu, dit is een fijne upgrade. Een heleboel stoom dat je doop maakt. En tandwielen waar je, ja, ook wel in vast kan komen te zitten als je echt wilt. Oh, oké. Je moet er gewoon voor zorgen dat hij boven je komt te staan. En dan zo... Oh, kut, kut. Doe dan. Oh, kut. Loop even ergens heen, alsjeblieft. Loop even terug, anders... Got him. Dat was best wel grap. In ieder geval, er zijn dus bepaalde legerbasissen die niet worden weergegeven op Google Maps. Maar die worden wel weergegeven op Strava. Dat is een app waar mensen hun wandelingen kunnen registreren. Gewoon om te checken hoeveel stappen je loopt per dag, et cetera, et cetera. En die verzamelen dus iedereens data. Dat soort apps werken via GPS. En ja, in principe kan je niet heel veel met GPS-data. Als je geen idee hebt wie de gast is die loopt. Het feit dat mensen lopen over aarde is niet heel interessant. Maar in sommige landen wordt Strava amper gebruikt, behalve door Amerikaanse soldaten. Er zijn een paar legerbasissen die gewoon compleet oplichten. Als je een kaart maakt met dit zijn alle meters die iedereen op de wereld gelopen heeft, zie je opeens in het Midden-Oosten gewoon een paar gigantische lichtbakken. Dat zijn dan de basissen. En omdat ze alle gangetjes lopen, kan je precies zien wat het design is van juist deze geheime legerbaas. Er is juist een reden dat ze die foto's niet op het internet zetten, zodat je niet weet hoe het er daar precies uitziet. En ze doen het... Oh, fuck, fuck, ah, kut, hoeren. Ze doen het lekker toch. Ik vond het vooral interessant om te zien hoe ze je data kunnen gebruiken voor bepaalde dingen waar je het niet echt voor zou verwachten. Je zou niet snel verwachten dat je dus via wandeldata geheime legerbasissen kan vinden. En zo wilde ik eigenlijk nog een hele lange video maken over de Albert Heijn. Ik had namelijk een paar posts gelezen van mensen die nogal vaak gecontroleerd werden bij de Albert Heijn. En daar zaten ze nogal mee van, waarom krijg ik zo vaak controle? Dat oorspronkelijke bericht ging vooral over etnisch profileren. Als in, zijn er Albert Heijn medewerkers die de opdracht krijgen van, je moet extra vaak mensen met een donkere huidskleur gaan controleren. Want misschien stelen die wel vaker iets in die richting. En toen bleek dus dat dat niet is wat ze doen. Maar waarschijnlijk is het veel complexer. Ik heb hier uiteindelijk nooit echt goed bewijs voor gevonden. Daarom had ik toch maar besloten om er niet een hele video aan toe te wijden. Maar ik denk dat het Albert Heijn bonuskaartensysteem gigantisch veel data in een soort rekenmachine gooit. En daaruit komt of jij wel of niet gecontroleerd wordt. Meerdere medewerkers van de Albert Heijn hadden namelijk gezegd dat zij niet zelf bepalen wie gecontroleerd moet worden. Dat doet het systeem. In principe is dat best wel waar. Als jij naar de Albert Heijn gaat en je koopt je boodschappen en je krijgt daadwerkelijk die controle die je echt bijna nooit krijgt. Of toch wel. In principe is het de computer die zegt, je moet even wachten. Er komt een Albert Heijn medewerker naar je toe en die gaat even checken hoeveel boodschappen je hebt. Dus in principe komt dat voort uit het systeem. Niet de persoonlijke keuzes van een Albert Heijn medewerker. Nu moet ik zeggen, ik gebruik best vaak die zelfscanner. En ik word niet vaak gescand. Nu heb ik op Reddit een heleboel anekdotisch bewijs gevonden van mensen die iets raars deden. En toen opeens wel vaak gescand werden. Bijvoorbeeld iemand die een pak melk vergeten was aan te slaan. Toen een controle kreeg en toen bleek dus, je bent dit pak melk vergeten. Blijkbaar kan er dan een soort aantekening gemaakt worden in je systeem. Dat, deze gast probeerde een pak melk te stelen. De volgende keer als je dan in de Albert Heijn bent, is de kans dat jij een controle krijgt hoger, wat in principe best wel slim is, want de kans dat je nog een keer gaat proberen een pak melk te stelen is hoger dan een willekeurige Nederlander.
drie gebroeders vereend. Drie eenhoorns in konvooi... Gebruik de element of surprise, gast. Hij is een volwassen vent, hij slaat je dood. Waarom moet je nu je neus in mijn zaken steken? Jullie hebben mij gedwongen om mee te komen. Dat is wel waar. Tja, als je me je perkament geeft, mag je mijn schip verlaten in de volgende haven? Goeie deal. Dat ligt u. En dit is uw schip niet. Dus je hebt Haddock ontmoet? Nou, hij is niet langer kapitein. Ik zou hem eerder een wrak noemen. Wijs. Haddock? De kapitein heet Haddock? Krijgen we een episch vuurlevel? Oh, zeer zeker. Natuurlijk hebben ze hier motherfucking vuurwerk opgeslagen. Oh, dit is de boss battle. Oké. Ik moet voornamelijk het vuurwerk ont... Oh! Ik moet hem explosies laten gooien op het vuurwerk. En daarmee kan ik hem weer aanvallen. Oké, dit is fantastisch. Waar is die volgende bak vuurwerk? Hier zo. Makkelijkste boss fight van mijn hele leven. Dankjewel, Noob. Is dat het? Is hij dood? Is er meer vuurwerk? Oh, wel knokken. Nee. Weer gaan nadenken. Strandballen naar je hoofd smijten. Oh, ze hebben bananen hier. Nee, dat is prima. Jammer, joh. Blijf gewoon bananen gooien. Is het iedere keer damage? Doe ik het goed? Heb je meer bananen voor me? Oh, kut. Ik moet naar boven. Oh, shit. Kom maar, schat. Hoi. Is hij dood? Ik vind soort van wel. Proef mijn banaan, jij schurk. Mag ik nu naar huis of zo? Wat gaan we doen? Hij heeft gekregen wat hij verdiende. Oh, het tweede papiertje natuurlijk. Het tweede perkament. Dit is het perkament dat hij van een Broes Vogel heeft gestolen. En een foto? Zou er eens van pas een kunnen foto van zichzelf waar die boos kijkt. Uitzoeken hoe het zit met die... Tuurlijk. Kapitein Haddock. Hij heeft ook geen paspoort of zo. Als er tussen hem en ridder François Haddock, dan is de kans groot dat hij ons kan helpen. Is dat zo? Drie gebroeders. We weten dat er drie perkamenten zijn. Het mijne, dat van de Broes Vogel. Twee, wat is dit allemaal? Bobby? Ik weet niet voor wie Alan werkt. Maar ik durf te wedden dat hij het derde perkament heeft. Dat durf ik ook wel, ja. Kapitein, de drie mensen die zo'n perkament hebben zijn wel de mensen die weten dat ze bestaan. Bent u de nazaat van ridder François Haddock? Kapitein van de driemaster eenhoorn onder koning Lodewijk XIV? Huh? Wie ben jij ook alweer? Mijn naam is Kuifje. Ik ben een journalist. Ik ben in het bezit van twee perkamenten. Handgeschreven door ridder François Haddock. Ik ben op zoek naar een schat. De lang verloren schat van de eenhoorn. Dat is genoeg! Ik wil daar allemaal niet over praten. Alan! Alan is een bandiet. Hij heeft u bedrogen zodat hij uw schip in handen kan krijgen. En dat weet u maar al te goed. Ik laat je in de boeien slaan! Alan! Wauw. Echt. Twee potloden. Kapitein, ik kan u helpen. Net als u mij kan helpen. Vertel me gewoon wat u weet. Oh, krijgen we nu zo'n flashback? Ja, hè? Je hebt een aantal flashback levels waar je speelt als zijn voorvader. 1690. Die François Haddock. Eenhoorn, een trots schip uit de vloot van Lodewijk XIV, heeft Santo Domingo verlaten in West-Indië en zet koers naar Europa. De kapitein is inderdaad mijn voorvader, ridder François Haddock. Tot mijn groot ongeluk. 2 dagen is het schip buitengaats. En dankzij een gunstige bries vaart de eenhoorn in ruime wind over stuurboord. Een fijn verhaal. Plots weer klinkt een kreet uit het kraaiennest. Zeil aan bakboord! Een blije muziek wel, voor het feit dat ze allemaal uitgemoord gaan worden. De zwarte vlak. Zeerovers. Berger. Skarlaken, Rakam. De wind is in uw voordeel. We moeten snelvaren. Ze halen en het snel dik. Klaar om te winden en op te lopen. Ben, zullen we richting. Kanoniers, en is die ken. Dit moet je winnen, toch? We hebben 50 kanonnen, geloof ik. Het kruisvok is aan het varen.
shit. Daar komen ze aan. Geen genade. Ik zou echt een slechte piraat zijn. Dat klimmen lukt me gewoon al niet. De duivel. Ik hoor het zo eens, begin ik. Hoor het zo eens. Gaan we spelen? Oh yes. Het is zwaardvechttijd, baby. Oh, ik mag alleen de kanonnen doen. Verplaats de muis zo snel mogelijk om de kanonnen te ontsteken. Huh? Oh, je moet slaan. Als je met je muis zo boef doet, dan slaat hij. Oké. Lachen. Ga zo nog boom doen, of niet? Het lijkt me handig als een kanon. Meteen na de swipe eigenlijk ploft. Dan kun je het meest goed raken. Piraten, we worden aangevallen! Kus dat er geweest! Geef je over, ik erger me heel erg aan momenten waar zeg maar de ondertiteling niet hetzelfde is als wat ze zeggen. Hoe val ik aan trouwens? Ik krijg gewoon geen tutorial hiervan. Hoe sla ik? Oh, ik moet met de muis. Maar natuurlijk, gewoon op ze inmappen, joh. Gewoon heel veel met je muis heen en weer slingeren. Yes. Beste zwaardvechter ooit. Het is wel tof gemonteerd. Zo die overgangen tussen het echte leven en de flashback. Filmwaardige shit dit gewoon. Filmwaardige shit. Ik blijf ze gewoon lekker allemaal kapot swipen. Sowieso. Wat is dit? Fucking Tinder? Ik swipe links, ik swipe rechts, bitch. Ik wil in ieder geval nog een klein beetje praten over de Albert Heijn. Ik wil dus een beetje een punt maken dat hoe gigantisch veel data ze wel niet van je hebben. In principe als je een bonuskaart koopt, dan zeggen ze meteen activeer hem online. Als je je bonuskaart online activeert, moet je voornamelijk je naam invoeren. Fuck. Gaat dit goed? Ja, gaat goed. Maar je moet ook je adres invoeren bijvoorbeeld, dus ze weten waar je woont. Ze zouden zelfs dat kunnen gebruiken om te zien, oh, woon je in een arme of een rijke buurt, als ze daadwerkelijk de moeite willen doen om te profileren. Als jij die scanner gebruikt, in plaats van de kassa op het einde om alles te scannen, als je die scanner gebruikt, moet je ook in het begin meteen je bonuskaart scannen. Dat moet, om een of andere reden, dan weten ze dat jij het bent. Dan kunnen ze bijvoorbeeld registreren hoe lang jij gemiddeld per dag in de supermarkt bent. En als je opeens heel lang in de supermarkt bent en ze zien ook nog eens dat jij heel weinig koopt, is dat misschien een indicatie dat jij stiekem aan het stelen bent. Ze kunnen zelfs de tijd van de dag gebruiken in die formule van nou, op dit moment is het heel druk of juist heel rustig, dan wordt er meer gestolen. Ze kunnen in principe, als ze zouden willen, een hele database maken met gigantisch veel data. En zodra er verdacht gedrag is, krijg je die controle. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik had vaak als ik iets kocht, waar eigenlijk nog iets bij hoort, dat ik dan vaak die controle kreeg. Als ik een tandenborstel kocht, maar geen tandpasta. Dat ze denken, nou, waarschijnlijk ben je tandpasta aan het jatten. Andere mensen hadden weer dat ze dure dingen kochten bijvoorbeeld. Maar dan toch wie niet. Stel je koopt een pak wasverzachter. En vervolgens later biep je hem weer af van die scanner. Zien ze, oké, je had dus wasverzachter. En toen opeens niet. Wasverzachter is duur. Laten we jou gaan controleren. In principe is dat logisch. Vooral als je de hele tijd dingen op en af die scanner haalt. Is de kans dat je per ongeluk een foutje maakt. En per ongeluk iets scant wat je niet koopt of andersom. Wordt groter, maar daar zou je op kunnen letten. Het punt dat ik gewoon wilde maken is, er zijn zoveel gegevens die je in Albert Heijn zou kunnen gebruiken. Om te checken of je een crimineel bent. Billy had dus heel toevallig, die controle krijg je echt niet vaak. Billy had heel toevallig een keer heel veel boodschappen gedaan. Dat was echt een barbecue voor, nou, dat was 20 mensen. Dus zij was iets van €150 kwijt. Terwijl normaal, als Billy bij de Albert Heijn is, dan betaalt ze misschien €10. Dat is verdacht. Dus kreeg ze een controle. In principe kan je op zoveel dingen letten. Ik wilde dus eigenlijk een video over maken waar ik er daadwerkelijk mee ging spelen. Een beetje proberen of ik dat systeem kon kietelen. Maar die scanners deden het sowieso al niet. Daar is de baron. Oh, nog niet. Hij is niet de boss fight man, toch? Ik weet het allemaal niet meer, joh. Ik heb deze game al zo lang niet meer gespeeld. Kom dan. Oh, shit. Verkeerd geblokt. Hopla! Tuurlijk joh, sla het hele schip maar gewoon kapot. Deze man heeft een alcoholprobleem. Maar krijgt hij gewoon wanbeelden, hallucinaties omdat hij zo nog niet gedronken heeft. Dat moet het zijn. Oké, we gaan in ieder geval verder met deze epic battle. Sla dan. Hopla. Oh tuurlijk, Oli. Klein brandje. Top. U slaat uw eigen schip aan tegelen. 1000 bommen en granaten. Wat heb ik gedaan? We moeten hier weg. Nu. Snel. Maar mijn plan was eigenlijk dus om het systeem te kietelen. Ik had een heel plan. Ik haal een nieuwe bonuskaart. Sommige mensen zeiden ja, toen ik net een bonuskaart kocht,
werd ik best wel veel gecontroleerd. Dan zien ze dus op een gegeven moment, hé, jij steelt niet. En dan word je dus gewoon een hele lange tijd niet gecontroleerd. Want ja, als je toch bepaalde mensen vaker wil controleren, is er ook een groep mensen die je niet wil controleren. Sommige mensen zeggen, ja, ik word dus heel af en toe gecontroleerd, is er niks aan de hand en dan is het echt gewoon praktisch één keer per half jaar of zo. Terwijl andere mensen toch best wel veel gezeik hebben. Ik denk als je een nieuwe bonuskaart hebt, weten ze nog niet of je te vertrouwen bent. Dus sowieso een nieuwe bonuskaart. Heel lang in de supermarkt blijven. En dan verdachte dingen kopen. Dus mijn eerste poging. Ik denk, moet een goedkope video worden. Ik koop het goedkoopste wat ze hebben. Ik zit even te twijfelen. Wat is het goedkoopste wat ze daar hebben? Ik dacht dat het was tomatenpuree. Ik kan me echt herinneren van vroeger dat tomatenpuree 2 eurocent was of zo. Misschien heb ik dat verkeerd. Dat was sowieso een keer 7 of zo. Echt heel weinig. Maar toen ik er was, was het echt 30 cent of zo van die hele kleine blikjes geconcentreerde tomatenpuree. Ik had het dus ook nog op Twitter gevraagd. En heel veel mensen zeiden inderdaad, wat ik al dacht, tomatenpuree is het goedkoopst, is niet waar. Je hebt flesjes water die goedkoper zijn. Ja, zelfs de cola is goedkoper dan de tomatenpuree. En nog grappiger, de huismerk 7-Up, gewoon een soort citroenwater, is goedkoper dan daadwerkelijk water. Als in, hier zit daadwerkelijk suiker in. Het is water met citroen, suiker en prik in letterlijk ongeveer dezelfde verpakking. Hoezo is dat goedkoper dan een normaal flesje water? Het is fucking bullshit. Hoe kunnen jullie productiekosten zo laag zijn? Wat gebeurt daar? Of denken de watermensen, ah joh, als je een flesje water koopt in een supermarkt, betaal je er toch wel 40 cent voor of 30 cent. Waarom zouden we hem 20 cent maken? Misschien vraag je je nog af, waarom wilde ik zo graag weten wat het goedkoopste product is? Nou, ik wilde mezelf dus verdacht maken. Ik denk, weet je wat nou echt het signaal is dat iemand in de winkel aan het stelen is? De zelfscan gebruiken en dan maar één ding scannen. En ook nog eens iets wat gigantisch goedkoop is. Persoonlijk, als je dan toch gaat stelen, is de makkelijkste manier niet langs de kassa hoeven te gaan. Alhoewel, ik heb wel eens dat ik een winkel inga, dan toch denk ik, ik koop niks. Dan loop ik langs de kassa, zeg ik gewoon, ja, ik heb niks gekocht. En ze maken daar eigenlijk vrij weinig problemen van. Een vriend van mij, niet ik, ik ben veel te panisch en paranoïde daarvoor. Ik heb nooit wat gestolen in een winkel. Behalve toen ik klein was. Wat ik altijd deed bij snoepwinkels was het snoep op de grond, dat gingen ze weggooien. Dus soms gooide ik zeg maar zo zelf snoep op de grond en dan at ik het op. Mijn idee was, oh, nu is het gratis, dan eet ik het. Ik was toen wel heel jong, voor de duidelijkheid. Een vriend van mij die steelt wel eens wijn bij de appie. Zegt gewoon, ja, ik heb gewoon die fles onder mijn arm. Als ze naar vragen zegt, ja, die heb ik ergens anders gekocht, weet je wel. Het ding is gewoon, supermarktpersoneel krijgt veel te weinig geld betaald om een neuk te geven om diefstal. Als jij gewoon letterlijk daar staat, zegt deze fles wijn is gestolen en je rent keihard weg. Ik denk niet eens dat ze achter je aangaan. Ze hebben iets van, hey, ik krijg minimumloon betaald. Het feit dat jij een fles wijn steelt is meer een probleem voor mijn werkgever. Of eigenlijk gewoon Ahold zelfs, een miljardenbedrijf. Ik denk niet dat ze die fles wijn van 3 euro heel erg gaan missen. En mij boeit het ook niet zoveel. Ik heb gewoon klanten en shit. Ik denk dat je best wel makkelijk gewoon, als je zou willen, oh kut, een fles wijn bij de appie kan stelen. Oh, helemaal als je minderjarig bent. Dat lijkt me wel zo kut om gepakt te worden voor diefstal. Dat lijkt me gewoon heel ongemakkelijk. Gaan ze je moeder bellen en shit. Oh, dat moet je gewoon niet willen. Even kijken. Door. Ik platform ze helemaal kapot, jongen, hier. Dit is Epic Serpent gameplay. Ik zit nu trouwens wel te denken, terwijl dit hele schip, zeg maar, ja, letterlijk verticaal het water inzinkt. Wij zijn niet de enige persoon in deze boot. Hoe zit het met alle andere mensen, zeg maar die gasten die ik bewusteloos heb geslagen, zijn die allemaal dood? Is Kuifje momenteel redelijk verantwoordelijk voor massamoord? Ik denk het wel. Ik heb gezien wat die gast doet in de Congo. Hij is totaal niet te vertrouwen. Geeft letterlijk alleen maar om zijn eigen zielige lepeltje. Of niet dan, Kuifje? Godver. Nou, doei. Het is wel een grote boot. Ik denk dat er wel veel mensen op zitten. Hey, vliegtuigje. Is het toevallig tijd? Het watervliegtuig. Voor terugkoppelen naar de flashback aan het begin van de game. Super origineel. Ah, dat was wel een vet level. Vooruit de maar, ik moet toegeven. Zij hebben het precies ook gehaald. Nou, pakken zij niet het vliegtuig. Sukkels. Kapitein! Een kapitein gaat eronder met zijn schip. Niemand hoeft te sterven voor een schip. Ik had moeten sterven. En mijn voorvader ook. Gaan we verder met de flashback. Voorvader? Waarom? Hoe eindigt zijn verhaal? Hij is gevlucht. Als een lafaard. Hij liet zijn schip in de steek. En hij heeft het vernietigd.
Waarom zou hij dat doen? Slaat dan nergens op. Ik zie even niet waarom het een logische keuze is. We gaan in ieder geval een lekker stukje vliegen. Nou, lang shot dit. Had ook echt niet gehoeven van niemand, denk ik. Yes, we zijn er weer. Oké, ze hebben deze keer wel iets ingewikkelder gemaakt. Je kan blijkbaar daadwerkelijk geraakt worden door de bliksem. Wat zojuist is gebeurd? Ik heb nog iets van... Oh, ik heb kogels. Oh, wauw. Ik moet zeggen, ik vind het best wel leuk dat deze game toch wel best wel wat verschillende gameplay dingetjes erin stopt. Het is niet alleen maar 2D puzzeltjes. Soms heb je een coole achtervolging. Soms zit je in een vliegtuigje. Stiekem vind ik deze game nog best wel leuk gemaakt. Ik ben alleen een beetje bang dat ik ga verdwalen hier. Moet er nog ergens specifiek heen? Of kan ik gewoon daarin varen? Het ziet er best wel zwart uit daar. Nee, daar moet je niet heen van de game. Huh? The fuck? Waar moet ik heen dan? Hè? Ik ben gewoon compleet verdwaald hier. What the fuck? Ben ik nou zo dom of is deze game nou zo slim? Moeten we wel naar die tornado toe? Is dat wat je wilt? Ik denk het? Gewoon die tornado in. Wat gebeurt er dan? Oh nee, de bedoeling. Hoe de fuck kan je ooit verwachten van mij dat ik wist dat ik de tornado in moest vliegen? Dat slaat namelijk, ja, ik ga het toch even zeggen. Nergens op? Ja, nee, dat is wat ik zocht. Ja, het staat nergens op. Hé, hey, ga mij nou zitten burnen hier, gast. Doe gewoon mijn best. Ik heb niet eens een rijbewijs, dus ik weet niet waar je aan het haten bent. Doe maar gewoon mijn best hier. Arrogante klootzak dat is. Nou, ik zie weer een tornado. Ik stel voor om het level te halen dat ik er nogmaals in vlieg. Ik had trouwens nog wel een leuk feitje over een niet zo leuke man. Namelijk Saddam Hussein. Saddam Hussein was een, ja, lul. En hij had best wel veel mensen onder zich. En ook best wel wat mensen. Ik denk dat Hitler en Stalin hadden het ook wel. Dat zeg maar, de mensen onder je zijn ook wel bang voor je, weet je. Als jij iets verkeerd doet, zullen ze niet heel snel haasten om je dood te maken. Denk ik, op een gegeven moment ben je zo'n machtige wereldleider. Als mensen onder jou je verraaien, maar je zit dood. En Saddam Hussein had een geniaal idee voor een prank. Hij liet zijn kok bij een groot maal met al zijn belangrijke mensen tabak in het eten stoppen. En wat je moet weten van tabak, word je super misselijk. Volgens mij heb ik ooit in een video de legendarisch slechte tip gegeven. Als je echt een keer ziek moet zijn, ook echt dat als mensen je hoofd voelen, je gewoon gloeiend heet bent. Als je een sigaret opeet, of misschien zelfs minder, gewoon tabak eet, dan word je ziek van. Je gaat niet dood, maar je wordt wel een beetje ziekig. Dus hij had in al die mensen hun eten tabak gedaan. Het laatste perkament. Maar natuurlijk. En wat er toen gebeurde, toen ging hij een speech geven, waarin hij een beetje liet merken van, ja, ik ben niet zo tevreden met jullie prestaties de laatste tijd. Hij liet een beetje doorschemeren van, yo, ik heb gif in jullie eten gestopt. En op een gegeven moment voelen ze dat maagje knorren, denken ze, oh, kut. Saddam Hussein maakt ons dood. En toen zei hij, ja, prank. Ik heb gewoon tabak in jullie eten gestopt, waardoor je alsnog super misselijk wordt, maar ik ben gewoon een lul. Ik bedoel, het grappige is, dit is verre van het ergste wat hij ooit heeft gedaan. Dus in dat opzicht, ik geloof dat die gozer ooit een Koran heeft laten schrijven met zijn bloed. Of dat was Osama Bin Laden. Ik haal die twee heel soms door elkaar. Eén van de twee heeft een hele coole snor. De ander ziet eruit alsof hij al jarenlang in een grot zit en daar niet gegeten heeft. Ze zijn in principe uit elkaar te houden. Eventjes iets totaal anders. Ik heb een heel klein feitje over grasmaaiers en hoe ze werken. Blijkbaar zijn de messen van heel veel grasmaaiers hebben een redelijk interessante vorm. Het zijn niet gewoon platte messen. Die vorm heeft daadwerkelijk heel veel nut. Best wel logisch, anders zou je gewoon platte messen maken. Oh, je moet de stenen kapot schieten, oké. Voor mij is dat niet hoe stenen werken, maar ik geloof je maar eventjes. Ik moet een klein beetje stoppen met beide hand doen tegen deze gamer. Je kan stenen niet kapot schieten met kogels. Het is wel waar, maar even een klein beetje respect. De vorm van die mesjes is dus afwijkend, zodat ze een soort luchtstroom creëren, waardoor grassprietjes omhoog gezogen worden. Dat is best wel slim, want als grassprietjes zeg maar geplet worden en je gaat er met die messen overheen, dan ja, knip je ze niet af. Terwijl als je ze weer omhoog kan zuigen met een soort luchtstroom, kut, dan kan dat gelukkig wel. Eigenlijk zou je zeggen dat het een soort mini-tornado is die je creëert. Verder, dat was eigenlijk het feitje. Dat was hem, ja. Ik zei al, het is een heel kort feitje en dan krijg je ook dat werk van mij. Een redelijk kort feitje. We leven nog.
We zitten zonder brandstof. Ik heb toevallig net deze scène in de film gezien. Dan klimt kapitein Haddock op het vliegtuig en laat boeren in de motor. Aangezien hij heeft heel veel alcohol in zijn adem. En in principe ontbrandt een motor gassen. Dus konden ze de motor vanuit daar runnen op zijn boeren. Het was prachtig. Lukken. Hebben ze gewoon uit de game geknipt. Wat een onrecht. Dit is wel heel erg Uncharted 3 hoor, jeetje. Oh nee toch. Gaat het, kapitein? Zand. Volgens mij kwam deze game trouwens uit voor Uncharted 3. Laat maar zitten. 2011 is deze. Het is ons gelukt. Dit is het strand niet, kapitein. Helemaal niet zelfs. Nou. Wie hebben we daar? Wie zijn jullie? Ellen heeft ons gestuurd. Was hij ongerust over mij? Nee, hij wil de jongen. Natuurlijk. Hij heeft me gedwongen om met hem mee te gaan. Hij heeft het vliegtuig gestolen. Sta recht. Jij komt mee naar de baas. Jij hebt het een en het ander uit te leggen. En trouwens, ik heb het schip niet aangesteld. Dat was hij. Man, lul. Houd toch je klep. Ik krijg er koppijn van. Wat? Wat is het, Misha? Wat hij zegt. Is een hele Arabische groet? Wel, dat noem ik nog eens een koppijn. Wel, wel. Het ziet er maar uit dat we aan dezelfde kant staan. Dat is ook weer zo'n krap op dat ding, tuurlijk. Oh hell yes, we krijgen gewoon een daadwerkelijk motorfiets level. Dit is oprecht fantastisch. Ik wilde even terugkomen op het korte feitje van net. Ik heb nu al een lang feitje over korte mensen. Ik heb ooit in een video waar ik in gepraat over dwergisme. Dat is in principe de medische aandoening waardoor je heel klein ben. Ik weet niet zeker of het nou gewoon hetzelfde is als mensen die een lilliputter zijn, of dat dan dwergisme is. Ik denk het wel. Wat ik de afgelopen dagen heb geleerd is dat klein zijn is een medisch iets wat deels verholpen kan worden. Er zijn medische procedures, heel pijnlijk, heel ingrijpend, waardoor je langer kunt worden. Ik had iets gezien van een meisje die was 90 centimeter en na die procedure was ze 1,20 meter. Ze hebben gewoon 30 centimeter toegevoegd aan haar lengte. Voordat je nu denkt, wow gast, dat wil ik ook. Gewoon eventjes 30 centimeter langer worden. Geloof me, dit wil je niet. Deze procedure bestaat en ik geloof gemiddeld in Europa 7% van de mensen met dwergisme die ondergaan die operatie. Maar in Italië is dat percentage hoger dan 90%. Blijkbaar voelen mensen zich daar veel meer gepest of hebben ze daar het gevoel alsof het echt een nodige ingreep is. Ik bedoel, heel klein zijn is echt wel heel erg irritant. Ik denk dat sommige mensen dat onderschatten. Als je in de supermarkt bij ieder product aan iemand anders moet vragen of ze het voor je kunnen pakken, dat is gewoon best wel kut. Heel veel mensen gaan toch wel heel erg naar je kijken omdat je zo klein bent. Natuurlijk kan je in principe beter klein zijn dan een of andere ziekte hebben waardoor je heel vroeg doodgaat. Ik weet niet of die mensen gewoon standaard heel oud worden. Ik heb eigenlijk vrij weinig kleine mensen gezien ooit. Ik weet niet of ik net het woord lilliputter heb gebruikt. Ik geloof dat een niet geaccepteerde term is. Ik moet er nog een beetje aan wennen met sommige dingen. Vooral omdat het gewoon woorden zijn die ik... Hoe mik ik ooit? Oh, daar zo. Gewoon woorden zijn die ik niet heel veel gebruik. Net zoals dat zwervers is een beetje een gemeen woord. Ze hebben liever dat je daklozen zegt. Oh, echt? Ik kan gewoon die chopper raken met een fucking katapult. Blijkbaar is dat hoe dat werkt. Voor mij is het bij hetzelfde idee dat lilliputters liever geen lilliputters genoemd worden. Dwerg is ook niet echt een fijne term. Ik geloof gewoon kleine mensen. Voor mij is kleine mensen de gewaardeerde term. Daarover gesproken trouwens weer. Ik moet niet vergeten te praten over die medische ingreep om je te vertellen hoe kut dat is. Laat ik dat anders eerst even doen. Wat ze in principe doen, is ze pakken je botten en die snijden ze in twee stukken. Gewoon netjes halverwege je arm pakken ze dat bot en dan maken ze een sneetje in. Gewoon tjak. Door je hele bot heen. Vervolgens trekken ze die twee stukken bot uit elkaar. En dan doen ze er gewoon een beetje spul tussen. Waar ook ongeveer je botten van gemaakt zijn. Zodat daar in dat stukje ruimte meer bot ontstaat. Dat laat je dan helemaal weer teruggroeien. Helemaal genezen. En wat je dan doet, doe je het nog een keer. Ga je gewoon weer je botten eigenlijk breken. Vervolgens weer botpasta tussen stoppen. En weer dicht doen. Dat gewoon de hele tijd. Totdat je botten iets van een gewenste lengte hebben. Het is echt fucking bizar. Oh, huh? Ik heb het gehaald. Wat een heerlijke geur! De zee! We hebben de zee! De zee ruikt wel gewoon oprecht lekker. De echte controversiële vraag is, ruikt benzine lekker? Ik denk dat mensen daar best wel over verdeeld zijn. Laat maar een reactie achter. Is goed voor de engagement en het YouTube-algoritme. Ruikt benzine lekker? Als je verslaafd bent aan benzine snuiven, dan sowieso. Ellen moet hier ergens zijn. We moeten hem vinden. Ik stel voor dat we de lokale burgers martelen voor informatie ofzo.
Waar is Alan? Afbeelding tonen. Slim, slim, slim. Heeft u deze man gezien? De man op de foto? Hij is vaak in de buurt van Sidi Ben Salat. Dat ziet er okay. Is dat een gast? Of een plek? Wie is Ben Salat? Oké, okay, het is een Wie gast. Wie is die Ben Salat? Een handelaar van hier in de buurt. Waarom al deze vragen? Dag. Bedankt. Dag. Oké, okay, we kunnen gewoon met iedereen gaan praten hier. Oké. Okay. Alsjeblieft. Wie is Ben Salat? Ik zou graag wat meer te weten komen over de zakelijke activiteiten van die meneer. Een rare vraag. Heel zakelijke vraag wel. Ik weet het niet. Ah. Dus die Ben Salat is de grote baas hier. Bedankt. Bedankt. Oké, okay, we kunnen hier twee kanten op. Links en rechts. Rechts is sowieso de plek waar zo'n fucking krabbekist zit. Die moeten we even pakken. Ondanks dat ik meer dan de helft redelijk hard mis. Trouwens, de game doet me een klein beetje denken aan een feitje. Aangezien ze opeens praten over een hittegolf. Het schijnt dus best wel zo te zijn dat de aarde aan het opwarmen is. En we beginnen langzamerhand temperaturen aan te tikken. Waar je gewoon daadwerkelijk dood van kan gaan. Je hebt iets genaamd de wet bulb temperature. Oftewel een natte gloeilamp temperatuur. Dat is in principe een bepaalde temperatuur met daarbij 100% luchtvochtigheid. Die luchtvochtigheid is super belangrijk, aangezien bij 100% luchtvochtigheid kan je zweet niet verdampen. In principe is dat hoe je heel veel warmte kwijtraakt. Je zweet en die zweet verdampt en dat kost energie en dan koel je af. Maar bij 100% luchtvochtigheid, bij een natte gloeilamp, kan dat dus niet. En ik geloof 38 graden, 100% luchtvochtigheid, paar uurtjes zonder koeling, ga je dood. Nu scheelt het dat landen waar je dus dat soort temperaturen hebt voor meerdere uren, heb je niet 100% luchtvochtigheid. Maar we gaan mogelijk wel gewoon in de toekomst temperaturen bereiken waar je ja, met minder luchtvochtigheid gewoon dood kan gaan. Gebeurt natuurlijk sowieso al bij hittegolven dat oude mensen doodgaan. Maar langzamerhand gaan we echt gewoon naar hittegolven die zo heet worden dat ze gewoon mensen kunnen doden als ze geen airco hebben. Gewoon gezonde, jonge mensen. Moet je niet willen. Lang verhaal kort. Ja, balen. Je kan er niet zoveel aan doen. Het is niet jouw probleem. Hele goede take op het klimaat. Neem af en toe een keer de bus of zo en dan moet het allemaal goed komen of zo. We zijn fucked, joh. Doe je niks aan. Karim? Bent u Karim? Ik kom van Mohammed. Wat kan ik voor u doen? Bedankt. Oké, okay, ik volg de talentips niet, doen, maar... Nou, oh, Bobby volgt gewoon zijn neus. Dan komt het helemaal goed, joh. Oh, godverdomme. Ik wilde trouwens nog een klein beetje praten over de term kleine mensen, waar we het eerder over hadden. In principe ben ik redelijk voor, hey, als jij een bepaalde term onhandig vindt, dan gebruik ik hem niet. Blijkbaar vinden ook heel veel vrouwen bijvoorbeeld, die in de seksindustrie werken, het niet leuk als je ze een hoer noemt. In principe is dat een term voor het werk dat je doet, maar het is niet echt een gewaardeerde term. Weet je wat, dan noem ik je toch gewoon sekswerker, prostituee, iets specifieker denk ik. Alleen een probleem met de term kleine mensen is... Dan heb je opeens een term die twee mensen omschrijft. Lilliputters, voor een gebrek aan beter woord. En mensen die klein zijn, maar niet lilliputter klein. Ik hou niet echt van dat soort woorden. Het is een beetje de verwarring die je ook hebt met het woord vriendin. Vriendin kan of een vriend betekenen die een vrouw is, of je partner. Het zou fijn zijn als je een los woord hebt voor je vriendin, vriendin en een vriend, vriendin. Als we daar nog gewoon losse woorden voor hebben. Oh, ben ik nou telkens... Ik was even bang dat Kuifjes voetstappen aan het volgen was. Ik zie nu ook in één keer blote voeten. Misschien moet ik dat spoor volgen? Ik heb echt geen idee. Aan de andere kant er stond... Oh, is het hier toevallig? Nee. Ik had echt geen idee dat ik op voetsporen moest letten, maar... Halt. We zijn hier er opeens. Hier geldt een beperkte toegang. Alleen werknemers van de palmplantage mogen binnen. Wacht eens even. Er is net een Europeaan binnengegaan. En hij werkt hier ook niet. Hij is een zeeman. Er is hier geen Europese zeeman binnengegaan. Duizend bommen en granaten. Kapitein. Laten we geen ruzie zoeken. Wat is met dat voor een zandvloer? Wat zoekt Alan in hemelsnaam in een palmplantage? Azteek. Maloot. Azteek? Hé, hey, kijk uit waar je loopt, jij wervelstormwaad. Ik? Kijk zelf uit, parasiet. En we hebben ze weer niet zo'n overdreven Turks accent gegeven. Oh, het is een mattie. Passie bezoek. Kuifje, laat me je voorstellen aan Mohammed, mijn oude scheepskameraad. En een echte vriend. Passie bezoek. Oké, okay, moeten we niet meer dat plekje naar binnen of zo? Als nee, we hebben deze gast ontmoet. Hij geeft ons broodje dunner. Kom maar goed. Waar vinden we die?
Het is een geheim. Maar misschien kunnen we het samen ontdekken. Hij is wel leuk. Jullie zien er goed uit. Dankjewel. Kuifje lijkt alsof hij bij de KKK zit. Kuifje in Congo all over again. Oké, we moeten heen, maat. Nou, was ik mogelijk het filmpje niet aan het opletten. Of dit is de goede kant, of je vindt er een gouden krab. Dus in dat opzicht is het altijd wel een klein beetje chill. Voor mij is de bedoeling dat we gewoon naar dat plekje gaan waar we net waren. En dan, ja, wel binnenkomen. Want we zien er natuurlijk niet meer uit als Europees nu we dit gekke gewaad aan hebben gedaan. Nee, tuurlijk. Ik had nog wel een ander klein feitje. Ik kwam net een hele interessante Wikipedia-pagina tegen. Niet die van mezelf, waar ik trouwens een paar dingen heb waarvan ik denk... Waarom staat dat nou echt op Wikipedia? Van alle dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Oh, dat ging heel makkelijk. Wat nu? Ik was net op de Wikipedia-pagina van War Pigs. Oftewel, oorlogsvarkens. Misschien had je het al geraden, maar oorlogsvarkens zijn varkens die gebruikt zijn in de oorlog. Hun voornaamste doel was olifanten. Je hebt me niet verkeerd verstaan, olifanten. Het ding is dus dat olifanten blijkbaar nogal bang zijn voor varkens. Dus vroeger werden in de oorlog nog wel eens olifanten gebruikt. Je hebt gewoon een heel leger met olifanten die je plat trappen. Maar als jouw leger een paar varkens mee heeft, dan raken die olifanten zo in paniek dat ze wild om zich heen gaan stampen en hun eigen mensen doodmaken. Dus op een gegeven moment wat ze deden... Oh shit! Instant gekild door een kwal! Wat ze gingen doen is, ze gingen olifanten opvoeden in de aanwezigheid van varkens. Zodat op een gegeven moment, als er varkens op het strijdveld kwamen, de olifanten niet in paniek raakten. Maar toen op een gegeven moment hadden mensen een nog beter idee. Varkens die in brand staan. Als je dat intikt op Google, kom je meteen op die pagina van War Pigs, oftewel oorlogsvarkens. Ik gok dat iedere keer of boven of beneden trouwens zo'n schat heeft, maar ik pak iedere keer de verkeerde. Oh, je kan ook gewoon terug. Ik kan me echt moeilijk voorstellen dat veel mensen deze game 100%. De meeste mensen die deze game spelen zijn heel jong en komen waarschijnlijk niet verder dan de eerste paar levels. Laat staan die shit daadwerkelijk te gaan 100%, wat ook nog eens, als je het mij vraagt. Ah, shit, daar was er één. Wacht, die pakken we. Toch even eentje. Even eentje meesnoepen. Ik zou de game zelf in ieder geval niet 100%. Ik word nog liever in brand gestoken en vervolgens kapot getrapt door een olifant. Je weet hoe die dingen gaan. Oh, hier is er ook sowieso eentje, of niet? Niet eens. Niet eens daarboven. Nou, wat een matige level design dit. Speciaal voor alle mensen die nog steeds deze video kijken. Dit is het trouwens best grappig dat die mijnen eigenlijk exact hetzelfde doen als die kwallen als je er tegenaan rijdt of vaart. Ga je dood? Wat ik wilde zeggen is, ik heb een hele goede comeback voor jullie. Allemaal dikke vette tip. Als iemand iets tegen je zegt, in mijn geval is dat bijvoorbeeld iets zoals, oh, je rookt gay. Wat je dan moet zeggen, de beste comeback is, wat bedoel je daarmee? Dat klinkt misschien heel simpel en raar, maar ik denk oprecht dat het best wel effectief is. In heel veel gevallen waar mensen je bekritiseren, oh, sick a double kill, en je vraagt, hey, wat bedoel je daarmee? En ze moeten het uitleggen, worden toch opeens een beetje confronterend van, ja, wat zeg ik nou eigenlijk? En hey, dat is eigenlijk helemaal niet zo aardig. En inderdaad, wat bedoel ik daarmee? Als je op een gegeven moment uit moet leggen dat ik gay rook, klink je automatisch een beetje homofoob. Dan moet je opeens zeggen, ja, het is een beetje vrouwelijk, dus het is gay of zo. Oh, oké, is dat erg dan? Ik moet eerlijk toegeven dat mijn uitleg van dit verhaal misschien niet heel geniaal is. Nu moet ik eerlijk toegeven dat mijn uitleg misschien beter had gekund, maar ik denk oprecht, probeer het gewoon een keertje. Verder wil ik in deze video nog wel een klein beetje praten over iets waar ik heel veel passie voor heb. Hoe kut YouTube is. Binnenkort gaat YouTube namelijk een geliefde functie verwijderen. De community ondertitelingen. Zoals ik dus eerder al een beetje besprak rondom het hele Kuyona verhaal, YouTube heeft bepaalde programma's die kunnen horen wat je zegt. Vervolgens kan je dat natuurlijk weer in Google Translate gooien en op die manier kan je dus in principe een Spaanse YouTube video vertalen in het Nederlands. Je hebt alleen twee obstakels. Ten eerste ga je ervan uit dat YouTube alles goed hoort. Nou, probeer eens een keer voor de grap de Nederlandse ondertiteling van deze video aan te zetten. Het is echt om te huilen een drama gewoon. Het slaat echt helemaal nergens op. Oh, vet. Dit was een epische combo. Pak ik jou nog even. Hartstikke idee. Die moet naar beneden, ja. Dus sowieso, het Nederlands horen van YouTube is al slecht. Vervolgens moet het nog eens door Google Translate heen en krijgt het alweer
een hele nieuwe betekenis. Vroeger had je wel eens van die video's waar mensen een script in Google Translate gooien, vertalen naar een taal en dan weer terug naar hun eigen taal. En dan maken ze een sketch met dat script. Vervolgens gooien ze dat script weer in Google Translate, weer vertalen naar een andere taal, terug naar je eigen taal, krijg je weer een ander script. Het is een beetje dat ding van vroeger waar je een kringetje zat en iedere keer een boodschap moest doorfluisteren. En hoe verder in de kring je kwam, hoe kutter de boodschap werd. Terwijl zo lang was de boodschap niet, dus waarschijnlijk was iemand aan het kutten en die persoon, dat was ik dan meestal, weet je wel. Het spijt me zo erg. Oh, fuck. Nee. Foei. Omdat die ondertitelingen dus zo slecht zijn, had YouTube heel lang de community subtitles. Stel, jij kan Nederlands en Engels en je kijkt een PewDiePie video, dan kan jij die als Nederlander Nederlands ondertitelen. Het enige probleem was, heel veel mensen maakten hier misbruik van. Ik weet nog wel van vroeger dat er meerdere PewDiePie video's waren waar opeens gezegd werd, abonneer op Serpent Gameplay, weet je. YouTubers kunnen geloof ik handmatig die dingen goedkeuren, maar als je geen Nederlands kan en sowieso een hele video aan tekst is echt gigantisch veel. Ik weet nog een keer had iemand gewoon een hele video wat ik zei uitgetypt, ging dat vervolgens weer voorlezen om een beetje te analyseren wat ik nou eigenlijk zeg in de gemiddelde video. Wat voor poep komt er uit mijn mond? Oh. Oké, dat is best wel funny. Het is echt heel veel tekst, dus geen enkele YouTuber gaat dat handmatig controleren. En ik denk ook een beetje om die reden dat YouTube nu zegt, sorry jongens, we gaan ermee stoppen. Naar mijn mening is dat gewoon heel erg jammer. Je hebt een heleboel dove mensen die die functie gebruiken. Dan kan je zeggen, ja, soms werkt het niet. Dus weet je wat, we halen het weg. Ik denk dan van, hey, je hebt meer aan een video met soms matige ondertitelingen dan geen ondertitelingen in het algemeen. Nu is het wel een klein dingetje. Als jij de afgelopen paar maanden meer dan 3 video's hebt gecheckt met ondertiteling, dan krijg je van YouTube als cadeautje een 3 maanden proefprogramma op software die je helpt met het lezen. Misschien dus met betere vertalingen. Ik heb geen idee. Alsnog vind ik het een beetje lullig, weet je. Eerst was het gratis, nu zeggen ze ja, om het goed te maken krijg je 3 maanden gratis en dan moet je gaan betalen voor iets wat origineel gratis was. Dus ja, YouTube, jullie zijn een klein beetje sukkels, maar ik hou ook wel weer van jullie. Want anders was ik niet tot laat in de nacht Kuifje aan het spelen, ja toch? Waarom iedere keer shots van dit huis? Ik kan hier echt helemaal niks mee. Dit heeft geen waarde voor mij. Nooit. Kun je verdrinken eigenlijk? Is dat een ding? Hoe lang kan Kuifje onder water? We zijn momenteel 2 minuten verder. Ik denk dat Kuifje best wel lang onder water kan. Ben jij niet toevallig een koorknaap geweest of iets dergelijks? Wat, een koorknaap? Oh, ik snap meteen wat er aan de hand is. Tuurlijk hebben ze hier willekeurige explosieve chemische drankjes gewoon liggen, zodat je die tegen muren aan kan gooien. Waarom ook niet? Nu ik enkele magische seconden op YouTube heb zitten haten, vind ik het ook wel weer tijd voor een klein complimentje. Weet je wat ik echt super fijn vind aan YouTube? Ik kwam hier echt net iets te laat achter. Sowieso iemand die dit nog niet wist. Sowieso de meeste mensen weten dit wel hoor, maar vast iemand die het nog niet wist. Als je een YouTube video naar voren wilt spoelen, gewoon even een klein stukje, gewoon even een beetje skippen, dan kun je, nou komt ie, dubbel tikken op de rechterkant van je scherm. Even een stukje terug, dubbel tikken op de linkerkant. In principe staat dubbel tikken gelijk aan 10 seconden skippen. Sinds ik dit weet, wat nu ondertussen alweer een tijdje is, gebruik ik dit zo gigantisch vaak. Als een video een heel uitgebreid stukje sponsor bevat, dan doe ik gewoon bam 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 bam, skip ik hem gewoon een stukje naar voren. Een andere functie die ik super chill vind is dat als je je muiscursor op een video houdt, dan zie je alvast een paar stukjes van de video. Kun je een beetje zien hoe hard je geklikbait wordt. Er zijn wel eens gaming YouTubers en die hebben dan in de thumbnail iets niet gaming, in de titel van de video, niet de naam van de game. Denk, oh, je gaat iets leuks doen. En oh, je gaat iets leuks doen in een videogame. Ik vind er wel een soort van dat je dat moet vertellen. Ik wilde geen game video zien. Waarom doe je me dit aan? Enkele seconden van mijn leven weggegooid. Maar die functie had Pornhub dus eerst. YouTube heeft gewoon inspiratie opgedaan van 's werelds beste pornoplatform. Nu ben ik natuurlijk groot fan van Pornhub en zou ik het heel erg waarderen als zij dan weer die skipfunctie van YouTube overnemen, aangezien die hebben ze momenteel niet. En die skip shit is best wel handig. Het is veel fijner dan iedere keer met je vingertje zo kutten om een balk een klein stukje naar voren te slepen. Verder heb ik nog een klein taalfeitje waarvan ik niet echt zeker weet of ik hem al verteld had. Ik was dus een beetje aan het zoeken voor een video over woorden waar nog geen woord voor is. Of woorden die beter kunnen. Dus bijvoorbeeld een los woord voor je vriendin, vriendin en voor een vriendin. En toen kwam ik erachter dat de Engelse taal geen woord heeft voor overmorgen. En toen kwam ik erachter dat er wel een woord voor is, maar je zou zeggen dat een Nederlander het verzonnen heeft. Ze hebben namelijk het woord
Overmorrow. Dat betekent in principe overmorgen. Ik had er nog nooit van gehoord. En het klinkt gewoon, ja, alsof een Nederlander gauw eventjes probeert overmorgen te vertalen in het Engels. Het wordt geloof ik vrij weinig gebruikt. En dat lijkt me echt wel een handig woord. Overmorgen is echt wel een woord wat veel gebruikt wordt. Nu vraag ik me ook af of ze in het Engels een woord hebben voor eergisteren. Is dat dan yestermorrow? Wat een kutvraag. Dat slaat waarschijnlijk helemaal nergens op. Maar alsnog, ik vond het een leuk idee. Nieuwe woorden verzinnen die daadwerkelijk een klein beetje nut hebben. Een ander bekend dingetje is dat ze in het Engels niet echt een goed woord hebben voor sfeer. Je hebt natuurlijk het woord cozy. Maar cozy is een beetje wanneer je met je familie op vakantie gaat en je zit met z'n allen in een blokhut, gezellig te kaarten. Dat is een net iets andere soort sfeer dan wanneer je op een bedrijfsfeestje bent en iedereen heeft een borrel en iedereen heeft het naar zijn zin. Kan overigens ook zonder borrel trouwens. Daarover gesproken, ik had laatst een hele interessante podcast geluisterd. Ja, het is weer zover. Ik moet weer praten over podcast. Die podcast werd me aangeraden door een kijker. Die zei van, voor mij vind je dit wel interessant. Het heette The Drug Science Podcast. En de eerste aflevering ging over alcohol. Voornamelijk hoe gigantisch genormaliseerd het is in onze samenleving. Zoveel mensen drinken. En we weten wel, drinken is slecht voor je. Maar zoveel mensen onderschatten hoe slecht het voor je is. In principe wordt ons aangeraden, drink niet meer dan 14 glazen per week. Alleen 30% van de mensen drinkt wel meer dan zoveel glazen per week. En die doen dat meestal met die andere 30%. Dus die denken, ja, maar iedereen drinkt meer dan 14 glazen. Dit is gewoon normaal. Terwijl nee, is gewoon daadwerkelijk heel erg slecht voor je. Naast diëten, niet roken en een klein beetje bewegen is alcohol sowieso een van die dingen waar je gezondheid gewoon zo erg op kan verbeteren. Als je gewoon een klein beetje een normale hoeveelheid drinkt. Vooral gewoon echt de grootgebruikers is vooral, ja, vooral natuurlijk alcoholisten. Dat is echt gewoon chockerend. Ik geloof dat 50% van de alcohol wordt gedronken door 10% van de mensen, weet je. Dat is gewoon zo zonde. Wat die podcast een klein beetje aanhaalde is, weet je, je mag best wel drinken. Ik ga zeer zeker niet zeggen dat je niet mag drinken, maar weet waarom je drinkt. Ga niet gewoon drinken omdat iedereen aan het drinken is. Drink omdat je echt daadwerkelijk zin hebt in een lekker koud biertje. En niet omdat je iedere dag thuiskomt op de bank plof om meerdere pilsjes in je lichaam te gooien. Nu is dit natuurlijk een hartstikke irritant gesprek om te hebben. Want als jij zegt, ja jongens, ik heb een goed idee. Zullen we allemaal gewoon lekker met z'n allen minder gaan drinken? Dan ben je een gigantische partypoeper. Ik was gisteren toevallig nog op het terras. En ik ging daarheen met de auto. Het idee was, ik ga drinken. Dan ga ik lopend terug. Maar na één biertje dacht ik, nou weet je wat, zo gezellig is het hier niet. Ik neem vanaf nu al gewoon wat fris. Kan ik zo meteen met de auto. En zelfs toen ik tegen vreemden zei, ja, ik ben met de auto, dus ik ga niet meer drinken. Zelfs dan ervaar je nog gewoon die groepsdruk van, ja, nee, doe maar gewoon. Je kan gewoon rijden met twee drankjes op. Er is zo'n gigantische cultuur om alcohol heen. Dat betekent niet dat ik alcohol haat. Ik hou ook van een biertje nu en dan. Maar probeer gewoon alsjeblieft, doe het voor jezelf. En doe voor het levensjaren die je erbij wint om niet altijd te drinken. Vraag jezelf gewoon net iets vaker af, heb ik nou echt een borrel nodig? Waarschijnlijk ga ik hier ooit nog wel een hele video over maken, aangezien ik vind het best wel een belangrijk gesprek om te hebben. Niet 2 uur in een kuifje XL gameplay waar de meeste mensen al lang al niet meer kijken, joh. Tuurlijk niet. Waarom de fuck zouden ze? Even kijken, die gas rent telkens weg. Ja, hartstikke irritant. Die duiker kunnen we niet pakken met die flessen. Oké. Dan pakken we die duiker maar met explosieven. Fuck. Ik heb er maar 1 helft. Rot op, duiker. Weg, weg, weg. Oké, die pakken we ook. Met explosieven. Yes. Ik hoef alleen maar die gast met die sleutel te pakken. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Wat ik nog meer heel interessant vond van die podcast was het stukje over alcoholvrij bier. Het ding is met alcoholvrij bier, alcohol, net als cafeïne, is best wel bitter. En je proeft gewoon heel vaak dat er geen alcohol in zit. Vaak is het ook gewoon een proces waarmee ze de alcohol eruit halen. Bijvoorbeeld Hertog Jan is echt een lekker bier. Maar Hertog Jan alcoholvrij is echt gewoon trash. Zoveel grote biermerken, hun alcoholvrije bier is gewoon niet lekker. Smaakt gewoon totaal anders dan de normale. Het biermerk waar het bier nog het meeste naar het normale merk smaakt, sorry dat ik het zeg, een popular opinion, is oprecht gewoon Heineken. Heineken is echt het nummer 1 meme slootwaterbier. Misschien ook gewoon omdat het een van de populairdere bieren is. Ik vind Heineken sowieso best wel te drinken. Maar als je dat niet vindt, is Heineken 0.0 ook gewoon goor. Maar Heineken 0.0 is echt gewoon goed te zuipen. Wat ze in die podcast aanhaalden, wat ik wel interessant vond, is dat we niet alleen moeten kijken naar 5% bier en 0% bier.
Waarom niet die middenweg? In Duitsland doen ze dat best vaak. Dan pak je een biertje, die meng je dan met een cola. Gewoon één op één. De reden dat ze bier en cola mengen is ook gewoon deels zodat ze minder snel dronken worden. Gewoon het alcoholpercentage een beetje omlaag gooien, weet je. Als het alcohol eruit haalproces zoveel van de smaak afhaalt. Wat nou als we gewoon de helft van de alcohol eruit halen? Hoef je dat proces minder intensief te gebruiken? Zit de alcoholsmaak er nog een klein beetje in? Lijkt me oprecht gewoon een hele goede oplossing. Waarom hebben we niet meer bier in Nederland met 2% alcohol? Waarom is er niet iemand die die markt vult? Weet je, Chocomel heeft wel al chocolademelk met cafeïne gemaakt. Dit is jullie kans. Maak bier met 2-3% alcohol. Ik vraag het jullie. Help de wereld een klein beetje. Ik denk sowieso dat over 50 jaar we best wel negatiever naar alcohol zullen kijken. Meer zoals we nu naar roken kijken. Weet je, roken vandaag de dag onder jongeren is roken echt gewoon lame. Behalve bij de jongeren die daadwerkelijk roken. Ik denk dat we dat met alcohol in de toekomst ook wel gaan hebben. Ik denk dat mensen alsnog wel gaan zuipen, aangezien mensen vinden het leuk om dronken te zijn. Dat is een fijn gevoel. Dat hebben sigaretten dan weer een heel stuk minder. Kom op, kapitein. Maar misschien gewoon minder vaak zuipen. Misschien. Klein beetje. Grazie. Oh, die dame, ja. Merci. U bent een fantastisch publiek. Kuifje, de kleine verslaggever uit Brussel. Ben je helemaal hierheen gekomen voor een nieuw interview? Oh, en wie is je vriend? Ah, een visser durf ik. Visser? Dat is een belediging. Uw meest toegewijde bewonderaar. Wat? Caro mio, hoe buitengewoon dat de kracht van de opera zelfs de alroeste zielen kan beroeren. Kom, vergezel mij. Krijgen we nu een epische operamissie? Dit is wat ik wil. 100%. Hebt u mijn voorstelling gezien? Quel succes! Een staande ovatie! Wat vond u van de juwelen-aria, meneer Bartok? Om nooit te vergeten. Oh. Vleier, wat bent u grappig. Speciaal voor u, meneer Hardrock. Meneer Hardrock, fucking coole achternaam. Je ris de me voir si belle à ce miroir. Alsjeblieft, mevrouw. Ja, mijn beste kijkje. Ik zag net een kennis in de hal. Excuseert u mij? Zeker, mijn beste vriend. Geen probleem. Ik zorg wel voor die lieve meneer Kodak hier. Deze grap is gewoon van Ernst en Bobby gestolen. Waarom blijf jij niet bij haar? Dan neem ik het op tegen de slechterikken. Nee. Bartok. Hou haar bezig en ik ben zo terug. Hakbok! Oh, kom hier, lieve. Ja, met veel plezier. Oeh. Imbecielen! Bedoelen jullie dat de jongen nu 2 perkamenten heeft? Dat is vast Ben Salaat. Ze vertrekken. Die fucking zonnebril. Je weet gewoon, deze man, alles Gucci gewoon. Hij heeft die Gucci tas. Hij heeft die Gucci schoen. Hij heeft zijn auto gerapt met het Gucci logo. Over Gucci gesproken, ik had een klein feitje geleerd over Louis Vuitton. Dat het allemaal klootzakken zijn. In principe is dat wel een beetje een punt dat ik wilde maken. Ik las namelijk dat Louis Vuitton ieder jaar hun tassen verbrandt. Het is namelijk zo dat aan het einde van het seizoen hebben ze nog een aantal tassen die zijn niet verkocht. En die kunnen ze dan in de sale doen. Of lijkt mij dan gewoon net zo lang in de winkel hebben tot ze wel uitverkocht zijn. Maar blijkbaar moet die collectie in één keer zo snap switchen. Dus ik weet niet precies waarom het gebeurt, maar het resultaat is dus dat ze een heleboel tassen over hebben die ze blijkbaar niet meer willen verkopen. Maar hey, die gratis weggeven, dat kunnen we ook niet hebben. Normaal gesproken zou je die dingen dan in de uitverkoop gooien, dat ze dan wat sneller verkopen. Maar dat kostte dus bij merken zoals Louis Vuitton en Gucci gaat alles, maar dan ook alles om die hoge status die het heeft. Mensen betaalden heel veel geld voor en ze zien liever niet dat het opeens in de aanbieding is. Stel, jij hebt 2000 euro betaald voor een tas. Voornamelijk om stoer te doen met hoe duur jouw tas wel niet is. Als iemand anders vervolgens dezelfde tas koopt voor minder geld, dan voel jij je opeens bedrogen. En dan is het merk Gucci of Louis Vuitton opeens minder geld waard. Dus wat ze blijkbaar doen met tassen die overblijven is
ze in brand steken, zodat ze dus niet voor een lagere prijs verkocht worden. Ik heb zelfs verhalen gehoord waar soortgelijke bedrijven naar een soort kringloopwinkels gaan. Plekken waar hun spullen tweedehands worden verkocht aan mensen die, ja, niet zoveel geld hebben om daarheen te gaan en al die tassen op te kopen. In principe krijgt een kringloop dan alsnog geld, dus dat is wel fijn. Aangezien de meeste kringlopen zijn geloof ik weer voor goede doelen, alhoewel hangt ook weer af van het land. Sommige kringlopen maken gewoon dikke winst. Ik geloof dat er weer een soort verschil is tussen een kringloop en een winkel die gewoon tweedehands meuk verkoopt. Zo heb ik wel eens kleren gekocht bij de episode. Dacht ik, oh wauw, tweedehands kleren. Kijk, mij eens even goed zijn. Nu hoeven er geen kleren in het buitenland geproduceerd te worden door kinderen. Nou is dat in principe waar. Je kan beter tweedehands kleren kopen dan kleren die nieuw gemaakt zijn. Het ding is meer dat sommige mensen achter van die vintage stores, weet je, van die hippe trendy tweedehands winkels, die gaan naar kringlopen om daar heel goedkoop voor een euro een jasje te kopen. Om die vervolgens aan jou te verkopen voor een tientje. In principe naai je daarmee vooral de mensen die voor weinig geld kleren willen kopen bij een kringloop. Volgens mij ben ik een klein beetje afgeleid van het originele onderwerp. Dat dus sommige mensen gestuurd worden naar kringlopen om daar bepaalde merkkleding te kopen. Omdat dus gewoon, ja, het merk wil niet geassocieerd worden met arme mensen. We zijn binnen. Nou, daar is hij hoor. De derde eenhoorn. Eindelijk, hij is van mij. Kuifje, jij sukkel. Is het je bedoeling hem te stelen? Ben Salaat. Ik weet alles over u. Ik weet wat er onder uw paleis ligt. U bent een bedrieger. U noemt zichzelf een zakenman, maar u bent een wapenhandelaar. En wat ben jij? Een geniepige dief die zich voordoet als journalist om binnen te breken in mijn privé. Man heeft best wel een goed punt. Ik zou zeggen dat we niet zoveel verschillen. We verschillen dag en nacht. Maar we zitten achter hetzelfde naam. Wat wil Kuifje nou eigenlijk? Je hebt die drie papiertjes. En dan? De waarheid? Geld? Kuifje! Zie je wel. Zelfs je hond kan het onderscheid niet maken. Nogmaals, huh? Hallo, maatje. Zou je ons die perkamenten niet beter overhandigen? Wat een entree. Wow! Oh, opeens kom ik weer hier terecht. Nee, ik zie de dozen vuurwerk alweer staan. Tweede ronde! Fuck. Kom maar door, dankjewel. Prettig zaken doen. Lang verhaal, heel kort. Koop soms kleren tweedehands. En anders, als je dat niet doet, koop mijn merch. Probeer daadwerkelijk soms minder alcohol te drinken. Waarschijnlijk ga ik daar nog een video over maken. Ik heb een keer meegedaan met de Dry January. Dan is het idee dat je heel januari niet drinkt. Redelijk makkelijk gelukt. En vooral wat me opviel is dat ik daarna, toen het af was en ik weer mocht drinken, dat ik eigenlijk minder dronk dan dat ik voorheen deed. Ik denk toch een beetje omdat ik op een gegeven moment gewend was erop te letten van, hey, wanneer drink ik, dat je ook minder gaat drinken. Misschien een keer leuk om een hoop mensen mee te laten doen. Ik ben wel van plan om zo meteen dat werk te gaan stoppen met deze opname. De game duurt nog veel te lang. Het is veel te laat. Behalve jij is er momenteel echt niemand, maar dan ook niemand aan het kijken. Maar aangezien jij er wel bent, heb ik misschien nog wel een klein leuk verhaaltje rondom deze game. Later in de game komen er levels over bewegende... Oh, kut. Bewegende houten planken met, ja, grote metalen pinnen erin. Of zoals ik het noemde, spijkerige planken. En via spijkerige plank heb ik een van mijn goede vrienden ontmoet. Er was een gozer, die was mijn Kuifje video aan het kijken. Die vond het blijkbaar zo grappig dat ik iets zei over spijkerige plank. Dat hij voor mij een merch store had opgezet. Waar mensen spijkerige plank merchandise konden kopen, geloof ik. Of had een spijkerige plank Twitter fanaccount of zo. Hij maakte er een soort grapje van. En toen zei hij van, yo, ik weet het een en ander over websites. En ik zei, oh, ik wil wel een Serpent Gameplay website. En zo zijn we eigenlijk vrienden geworden. En jaren later hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. En toevallig, ik zie die gast letterlijk morgen weer. Hij is momenteel bij Billy. Hopelijk geen seks aan het hebben met mijn vriendin. Zou ik heel erg waarderen. Hij is daadwerkelijk eigenlijk de enige vriend die ik heb in België. En soms ga ik daadwerkelijk naar hem toe in Hasselt. Je kent hem misschien wel als Cedric de internetbelg. Een hele mooie jongen. Wij kennen elkaar via Kuifje en het geheim van de eenhoorn. Als in, voor mij keek hij mijn video's niet. Totdat hij zag, wow, iemand speelt deze game. Dit kleine mooie stukje trots uit Vlaanderen. Wil je daadwerkelijk meer zien van deze game? Laat het even weten. Ik ben bereid een vervolg te maken. Maar zoals je misschien merkt, ik maak niet zo heel veel video's. En als ik dan video's maak, maak ik het liefst dingen die mensen daadwerkelijk willen zien. Maar ik wil deze game sowieso nog even afmaken. Dus als ik dat niet doe op YouTube,
YouTube, doe ik dat sowieso op Twitch. Volg me daar ook even. Dan zetten we onze strijd verder tegen het Amerikaanse leger. Dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog voor de moeite. En tot volgende week. Doei!